Hartelijk welkom in deze themasessie van de Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start. Mijn naam is Inge Boesveld. Ik ben wetenschappelijk medewerker momenteel bij het RIVM op dit project. En ik zal jullie vandaag door de bijeenkomst heen praten. De Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start ondersteunt lokale coalities bij het inrichten van hun monitor van Kansrijke Start in de gemeente of regio. Het RIVM monitort jaarlijks de implementatie van het actieprogramma op landelijk niveau, maar aan de gegevens heb je niet zoveel als je dat bij je gemeente wil gebruiken. Daarom is dit project ingesteld met subsidie van VWS, wat het RIVM uitvoert. Een van de onderdelen van het project is om knelpunten waar meerdere lokale coalities tegenaan lopen, om die uit te werken. En dat was bijvoorbeeld van hoe maak je nu inzichtelijk hoeveel aanstaande ouders, zwangeren in een kwetsbare situatie in jouw gemeente zijn. Hè? Bereik je iedereen die als je een programma inzet? Nou, dat was vorig jaar een van de eerste onderwerpen die we besproken werden. Waar we dieper op ingingen, maar niet iedere lokale coalitie zit in dezelfde fase. En daardoor leefden op verschillende momenten verschillende onderwerpen. En dan zijn we besloten om dit onderwerp, wat toch wel een heel belangrijk, maar wel wat meer inzicht geeft, om die toch te herhalen. We nemen het nu op, zodat we het niet volgend jaar nog een keer kunnen doen, maar dat iedere lokale coalitie, wanneer hij daar aan toe is, daar gewoon naar kan kijken. Als je niet in beeld wil, zet even je camera uit daarvoor. Vragen graag in de chat, want we zijn met zoveel dat wat lastig wordt om handjes te bekijken, wie wat zegt. We proberen de vragen tijdens de bijeenkomst te beantwoorden. Mocht dat niet lukken, dan komen we er later op terug. Dan krijgen jullie een mail met mogelijk het antwoord. Dan ga ik even mijn presentatie delen. Wat kan je verwachten vandaag? Deze hadden we net. Dit is het programma van vanochtend. Jullie hebben dat ook in de mail gezien. We luisteren halverwege even een korte beweegplas of koffiepauze in. Het doel van vanochtend is het inzichtelijk maken van de mogelijkheden om zwangeren en gezinnen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid in kaart te brengen. Allereerst zullen Lindsay van der Meer en Joyce Molenaar jullie meenemen in het onderwerp operationaliseren van kwetsbaarheid. Eigenlijk, hoe maak je kwetsbaarheid meetbaar? Toen ik Lindsay vroeg om dit onderwerp dit jaar weer te presenteren, zei ze, ja, dat wil ik wel, maar ik ben wel op vakantie. Is het goed dat ik mijn presentatie dan opneem? Dat is weer een extra uitdaging in zo'n teamsbijeenkomst natuurlijk, maar we gaan het proberen. Ik was er ook heel blij om, want het is wel een basis, zeg maar, voor deze sessie verder. Lindsay presenteert dus niet live en ze werkt nauw samen met Joyce. Dus eventuele vragen zal Joyce proberen te beantwoorden. En komen we er niet uit, leggen we dat later voor aan Lindsay. En Lindsay is trouwens promovenda aan het Erasmus MC. Goeiedag allemaal, ik ben Lindsay van der Meer, promovendus van het Erasmus MC. Voor de themasessie vandaag, inzicht in kwetsbaarheid, zal ik allereerst jullie iets vertellen over de definitie van kwetsbaarheid. Waarna er ook nog verschillende projecten aan bod komen over het specifiek inzichtelijk maken van kwetsbaarheid. En daarvan zal ik de kwetsbaarheid atlas toelichten. Nou, allereerst wil ik het met jullie hebben over de definitie kwetsbaarheid. Zeker in het kader van Kansrijke Start is er heel veel aandacht voor kwetsbaarheid onder gezinnen. Met de gedachte dat gezinnen die het iets moeilijker hebben dan anderen mogelijk erg gebaat zijn bij extra ondersteuning of hulp die aansluit op hun situatie. En dit alles natuurlijk met het oog op het bieden van een zo goed mogelijke start voor het ongeboren kind. Maar als we zeggen, ja, we willen kwetsbare gezinnen helpen of we willen meer inzicht krijgen in kwetsbaarheid, dan roept dit gelijktijdig veel vragen op. Want ja, over wie hebben we het dan eigenlijk? En bedoelen we hier hetzelfde mee? En weten we ook hoeveel gezinnen in Nederland in zo'n kwetsbare positie zitten? Kunnen we dit meetbaar maken en kunnen we dit ook over tijd monitoren? Nou, dit zijn vragen die de afgelopen jaren in veel verschillende samenwerkingsverbanden en op verschillende momenten naar voren kwamen. En dit is ook wat wij in Rotterdam opmerkten. En om zorg en hulp zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, moet je gewoon van elkaar weten wat je bedoelt met kwetsbare gezinnen. Daarom hebben wij in 2019 alweer vanuit het Erasmus MC samen met de gemeente Rotterdam
een definitie van kwetsbaarheid ontwikkeld om tot gezamenlijke uitgangspunten te komen die de samenwerkingsverbanden doen versterken. Nou, voor degenen die de definitie niet kennen, is ook nog een document en artikel bij, wat ook meer het proces van het definiëren beschrijft. Daarvan heb ik de link aan het einde van de presentatie staan. Maar voor nu zal ik enkele belangrijke uitgangspunten toelichten, die ook in dit stroomschema terug ziet komen. Nou, allereerst, als we het hebben over kwetsbaarheid, moeten we zowel oog hebben voor de risicofactoren, maar zeker ook voor de beschermende factoren die van invloed kunnen zijn. Want kwetsbaarheid komt eigenlijk voort uit een disbalans tussen de twee. Als de risico's of de dingen die niet goed gaan, als die de overhand nemen, dan kan dit bijvoorbeeld stress opleveren binnen het gezin en uiteindelijk ook de gezondheid van ouders beïnvloeden. En dit kan uiteindelijk nadelig zijn voor het toekomstige kind. En als we ons alleen maar richten op wat niet goed gaat, dan maken we mogelijk een verkeerde inschatting van de kwetsbaarheid binnen een gezin. Dus er moet zeker ook aandacht zijn voor de dingen die wel goed gaan. Nou, een ander belangrijk punt is dat we aandacht moeten hebben voor alle levensgebieden waar dingen wel of niet goed kunnen gaan. Dus nou, bijvoorbeeld het medische plaatje, dat is heel erg belangrijk, zeker ook tijdens de zwangerschap. Maar ook het sociale plaatje, de sociale factoren die een rol spelen, die zijn ook heel erg belangrijk. Dus denk daaraan aan de ervaren stress of de leefomgeving waar ik het net over had. Dit alles om tot een zo compleet mogelijk beeld te komen. Nou, kwetsbaarheid is dus niet zomaar een ja of nee vraag. Het is niet van je bent het of je bent het niet. En dit is ook wat het schema visualiseert. Er kunnen gradaties zijn binnen kwetsbaarheid. Als je het hebt over een zeer kwetsbare situatie, denk daarbij aan bijvoorbeeld een hevige verslavingsproblematiek of een gezin dat geen onderdak heeft of een gezin waarbij ernstige huiselijk geweld een probleem vormt. Dit zijn situaties waarin je het liefst meteen wilt handelen. Nou, je kunt ook spreken over een zeer kwetsbare situatie. Dan zijn misschien die hele urgente risicofactoren er niet. Maar er loopt wel veel binnen een gezin gewoon niet lekker. Dus denk aan financiële problemen, slechte leefomgeving, huisvestingsproblemen, etc. En vooral belangrijk is dat hier dan ook weinig of geen beschermende factoren aanwezig zijn waar het gezin uit kan putten. Ze dus niet zelf uit die situatie kunnen komen en dus mogelijk zorg of hulp heel goed kunnen gebruiken. Je kunt ook spreken over een potentieel kwetsbare situatie. Dit zijn eigenlijk gezinnen waarbij misschien wel wat risicofactoren een rol spelen, maar waar ook genoeg beschermende factoren aanwezig zijn. Dus zij kunnen de situatie nog zelfstandig goed aan. Maar het is wel altijd zo dat er kunnen veranderingen plaatsvinden in die risico- en beschermende factoren, waardoor zij misschien van de potentieel kwetsbare situatie wel naar de meer kwetsbare situatie overgaan. Nou, om het plaatje compleet te maken, zijn er natuurlijk ook gewoon gezinnen waarbij het alles goed gaat en er weinig risicofactoren aanwezig zijn. In dit stroomschema spreken we dan over zelfredzame zwangeren of zelfredzaam gezin. De verschillende gradaties beschrijven eigenlijk ook een ander karakter van kwetsbaarheid. En dat is het dynamische karakter. Maar daar kom ik zo nog even ietsjes langer bij terug. We hebben deze definitie opgesteld zodat we eigenlijk kaders hebben waarmee we kunnen werken. Dit hebben we eerst vanuit Rotterdam gedaan. Maar we hebben zeker ook draagvlak gezocht bij andere steden om te toetsen, om te kijken van herkennen jullie ook in deze definitie? En ook in de hoop dat de definitie door anderen gebruikt kan worden en waarmee verder gewerkt kan worden. Ik wilde ook graag jullie dit model laten zien. Want ja, we hebben het natuurlijk heel erg over de kwetsbaarheid van ouders. Maar ja, daar richten we ons op, vooral om toekomstige kinderen een goede toekomst te kunnen bieden. En dit model, dit visualiseert dat heel erg mooi. Eigenlijk zie je middenin de donkere cirkel. Dat staat voor de ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld op biologisch, psychologisch of sociaal gebied. En alle ringen daaromheen zijn invloeden die daarop inwerken. Dus de eerste cirkel staat bijvoorbeeld voor het welzijn van de ouders en de cohesie binnen een gezin en andere sociale connecties die de eerste directe invloed vormen bij een kind. De lichtroze ring daar weer omheen staat meer voor de leefomgeving, maar ook de gezondheidszorg en het onderwijs. En de laatste ring staat voor grotere nationale invloeden, dus echt nationale drijvers die eigenlijk mogelijkheden en onmogelijkheden in de maatschappij creëren.
Nou, door ons dus te richten op het welzijn van die ouders en de situatie van de ouders, spelen we eigenlijk in die eerste roze ringen die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Nou, onderaan zie je ook nog heel mooi de verschillende fases waarin al deze effecten op elkaar kunnen doorwerken. Nou, en met de kwetsbaarheid van ouders richten we ons vooral heel erg op de preconceptionele situatie en eigenlijk ook de prenatale fase. Om vooral in die fases iets te kunnen betekenen voor die gezinnen, om zo op een vroeg moment de ontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te kunnen beïnvloeden. Nou, dit is eigenlijk de laatste slide die ik jullie wilde laten zien rondom de definitie van kwetsbaarheid. En dit figuur visualiseert eigenlijk heel erg mooi het dynamische karakter van kwetsbaarheid. Want zo zie je dat voor twee individuen bij de geboorte dat er al een verschil in start kan zijn. Maar gedurende de rest van de levensloop kunnen invloeden hun kwetsbaarheid nog heel erg veranderen en beïnvloeden. Dus het staat helemaal niet vast dat het startpunt bij de geboorte, dat dit hetzelfde startpunt tijdens de rest van de levensloop blijft. Maar het kan dus heel erg fluctueren. En dit maakt eigenlijk dat kwetsbaarheid een momentopname is. En heel goed om te realiseren dat dus iemand die kwetsbaar is op een moment, dat het niet hoeft te gelden voor de rest van de levensloop of voor een hele lange tijd, maar dat dit echt heel erg kan veranderen en dat heel veel verschillende invloeden daarop van werking zijn. Nou, kwetsbaarheid kan dus veranderen in verschillende levensfasen. En voor nu zijn we heel erg geïnteresseerd natuurlijk in het zicht krijgen op kwetsbaarheid rondom de zwangerschap, rondom die fase. Nou, er zijn verschillende projecten uitgevoerd die ons dat inzicht ook verschaffen. Voor het monitoren van kansrijke start gaat dit iets meer specifiek om gezinnen of zwangere vrouwen. En daar wordt zo nog een verdere presentatie over gegeven. Maar eerst wil ik jullie nog een ander project toelichten en dat is de Kwetsbaarheid Atlas. Nou, de Kwetsbaarheid Atlas is een project dat we vanuit het Erasmus MC samen met de Bernard van Leer Foundation hebben opgezet. En de Atlas richt zich eigenlijk op het inzichtelijk maken van mogelijke kwetsbaarheid in de vruchtbare populatie. Dit zijn eigenlijk alle volwassenen van grofweg 18 tot 44 jaar, waaronder ook alle ouders van jonge gezinnen, aanstaande ouders, maar zeker ook toekomstige ouders vallen. Nou, deze specifieke, maar ook hele grote groep wordt niet zo vaak betrokken in onderzoek, want er wordt vaak gedacht dat deze grote groep zichzelf wel kan redden en daar niet zo heel veel aan de hand is. En dat zij toch wel in beeld komen als er bijvoorbeeld een zwangerschap bij komt kijken. Maar juist in deze groep kan er ook, voordat er een zwangerschap in beeld komt, heel veel spelen waarbij zij mogelijk hulp of ondersteuning kan gebruiken. Denk meer in een beetje de preconceptionele fase. En dit is iets wat je graag zou willen verbeteren voordat die zwangerschap daar dus echt bij komt kijken. De Atlas is een tool om zicht te krijgen waar binnen de gemeente en in welke wijken het risico op kwetsbaarheid in deze grote groep hoger of lager is. En dit kan ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld het opzetten van verdere onderzoek naar deze groep. Maar ook om te kijken waar bijvoorbeeld het aanbod van preconceptieondersteuning gerichter ingezet zou kunnen worden. Nou, gezien de tijd voor de presentatie zal ik niet te veel ingaan op de ontwikkeling van de Atlas zelf. Maar ik wil wel een paar elementen kort toelichten. We willen dus inzicht krijgen in kwetsbaarheid onder die hele grote groep van 18 tot 44 jaar. Nou, daarvoor hebben we een model ontwikkeld die kwetsbaarheid eigenlijk een soort van kan inschatten en kan voorspellen. Want we hebben natuurlijk niet data over elke individu in deze leeftijdsfase. Daarom moeten we een model gebruiken die dit zo goed mogelijk kan inschatten. Nou, voor de ontwikkeling van het model hebben we data van het CBS gebruikt. En een hele mooie databron is de gezondheidsmonitor. Dat is een lange vragenlijst met verschillende vragen over de ervaren gezondheid, maar ook over opleidingsniveau, inkomen, et cetera, onder volwassenen in Nederland. En zeker meer dan 90.000 in die reproductieve leeftijdsfase die worden ondervraagd. En in het model hadden we met verschillende factoren hadden we rekening mee. Die staan helemaal onderaan in het kader. Dus denk aan geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, maar ook gevoelens van eenzaamheid of gevoelens van depressieve of angstklachten. Die worden allemaal in dat model meegenomen om zo goed mogelijk kwetsbaarheid te kunnen inschatten. Het is goed om te benadrukken dat de Atlas is gebaseerd op schattingen. En we hebben zo goed mogelijk model ontwikkeld, maar het blijven schattingen.
Dus het is zeker ook niet bedoeld om individuele personen aan te merken als kwetsbaar. Maar het is echt bedoeld om inzicht te geven in regionale verschillen in Nederland en zeker binnen een gemeente. Dus om wijkverschillen te benadrukken waar dat risico op kwetsbaarheid hoger is. Dit betekent dus als een wijk aangemerkt staat als een hogere kwetsbaarheidsscore, dat niet iedereen in die wijk ook echt kwetsbaar is, maar dat daar wel verschillende risicofactoren samenkomen, wat maakt dat daar gewoon een hoger risico ligt om kwetsbaar te zijn. Rechts zie je eigenlijk een plaatje van eigenlijk een plattegrond van de gemeente Delft met verschillende wijken met een verschillende kleur. En de kleur is eigenlijk om een verschil in risico op kwetsbaarheid aan te duiden. Dit plaatje was eigenlijk hoe we eerst de kwetsbaarheidsatlas verspreiden. Gemeentes konden een aanvraag doen voor een gemeente en gaf ik zij de nodige informatie en de plattegronden om daar inzicht in te krijgen. Maar sinds enkele maanden is de kwetsbaarheidsatlas ook online beschikbaar. En daar wil ik jullie nu een voorbeeld van laten zien. Dit is een screenshot van de kwetsbaarheidsatlas zoals hij online nu beschikbaar is. Via kwetsbaarheid.kansenkaart.nl kun je hier komen. En via de balk bovenaan kun je een plaats of gemeente van interesse intypen en word je daar naartoe geleid. Maar je kunt ook gewoon op de kaart zelf inzoomen om naar het gebied van interesse te gaan. Rechts in de kolom staat ook nog even duidelijk uitgelegd hoe je de informatie in de kaart kunt interpreteren. En de kleuren geven aan, en dat kun je in de legenda linksonder zien. Een wat meer rodere kleur is een hogere kwetsbaarheidsscore en de blauwere kleur is een lagere score. En dit is afhankelijk van het Nederlands gemiddelde. Dus het gemiddelde van alle scores in Nederland, daartegen wordt het afgezet. En dit is dus vrij toegankelijk voor iedereen, dus hier kunt de nodige informatie van afgehaald worden. Het is wel belangrijk om te vermelden dat dit gebaseerd is op data uit 2016. Dit komt omdat de gezondheidsmonitor eenmaal in de 4 jaar wordt afgenomen. Er komt nog een update aan om dan recentere informatie van 2020 in te verwerken. Maar dit is voor nu wat beschikbaar is en waar iedereen vrij toegankelijk gebruik van kan maken. Dit was eigenlijk in een notendop iets over de definitie van kwetsbaarheid en de kwetsbaarheidsatlas. Als het goed is, worden de links die hier staan ook even in de chat gedeeld, zodat jullie daar makkelijk naartoe kunnen gaan en daar nog verder informatie over kunnen opdoen. Maar mochten er nu nog dringende vragen zijn of iets onduidelijk zijn, dan ben ik altijd beschikbaar per mail, zoals op de slide staat weergeven. En wil ik jullie verder bedanken voor de aandacht. De links staan inmiddels al in de chat, heeft Joyce gedaan. Hartstikke fijn. Lindsay heeft dus net wat jullie meegenomen in een definitie van kwetsbaarheid en kwetsbaarheidsscores om in de wijken te schatten. Joyce neemt jullie nu mee in het onderzoek waar Lindsay en zij aan hebben gewerkt om te kijken of je bestaande data kunt gebruiken om zicht te kunnen krijgen op kwetsbare gezinnen. Joyce, kun jij je even verder voorstellen en de presentatie, jouw presentatie delen? Ja, dat ga ik doen. Ik zal eerst nog even, ik zag nog een korte vraag in de chat over de presentatie van Lindsay voorbij komen. Of de kwetsbaarheidsatlas ook werkt bij kleinere gemeenten. Ik zou eigenlijk vooral zeggen, neem even een kijkje op de kansenkaart. En zoom in op jouw gemeente en dan kun je het goed zien. Wat ik nu zelf even heb bekeken is of alles zichtbaar is. En dan zie je her en der wat witte vlakken, maar dat is vaker op wijkniveau. En daar kan het dan zijn dat te weinig gegevens zijn om hier iets over te kunnen zeggen. Dus dan wordt dat wit gelaten en daar wordt een cijfer bij gegeven. Maar neem vooral even een kijkje om te kijken of het ook voor jouw gemeente geldt, dat er wel of geen gegevens beschikbaar zijn en over welke wijken dan. Oké, dan ga ik door. Ik zal ook mijn presentatie delen. Oké, als het goed is zien jullie nu de start van mijn presentatie in beeld. Welkom bij deze sessie over het inzicht krijgen in kwetsbaarheid rond de zwangerschap met behulp van data. Mijn naam is Joyce Molenaar, ik ben promovendus op het thema Kansrijke Start en werkzaam bij zowel het RIVM als de LUMC Campus Den Haag. Binnen het RIVM werk ik op onder andere de landelijke monitor Kansrijke Start en de lerende lokale monitor Kansrijke Start, waar ook deze bijeenkomst vandaag natuurlijk een onderdeel van is. En een van de onderwerpen binnen het onderzoek gaat over kwetsbaarheid rond de zwangerschap en het meetbaar maken daarvan.
Nou, en om verder inzicht te krijgen in of we nu bestaande gegevens kunnen gebruiken om zicht te krijgen op risicofactoren van kwetsbaarheid, beschermende factoren voor kwetsbaarheid rond die zwangerschap, zijn we met het Erasmus MC, het RIVM en de LUMC Campus Den Haag gestart met dit onderzoek. De leden van het onderzoeksteam staan ook hieronder. En zoals Inge inderdaad al zei, onder andere Lindsay van der Meer werkt mee op dit project en andere mensen die hier genoemd staan. Nou, we zijn ooit gestart vanuit een aantal vragen. Allemaal rondom een kwetsbare zwangere vrouw en partner. Ja, wat is dat nu eigenlijk? En hoe zit het nu met risico en beschermende factoren? Nou, vanuit een aantal definities en modellen weten we daar natuurlijk al wel iets over. Maar er blijven ook nog vragen bestaan. Zoals hoe meet je dat nu met data? En hoe groot is dan de groep kwetsbare zwangere vrouwen? Wat is dan ook de rol van de partner? En hoe kunnen we monitoren? Dus hoe kunnen we nou zien hoe groot de groep is binnen de gemeente of binnen een wijk? Maar ook hoe het verloop over de tijd is. Nou, allerlei vragen die zowel in de praktijk leven als ook bij ons. En die uiteindelijk hebben geleid tot dit onderzoek over of het mogelijk is om vanuit bestaande gegevens, dus data. Ah, ik hoor dat mijn presentatie niet langer zichtbaar is. Denk ik nu wel. Oké, nou, goed moment om weer in te stappen. Of het onderzoek mogelijk is om vanuit bestaande gegevens, data over risico en beschermende factoren meer inzicht te krijgen in kwetsbaarheid rond de zwangerschap. Het startpunt van ons onderzoek is dus de data. Dus wat staat er nu geregistreerd over die risicofactoren en beschermende factoren? En wat zien we dan? We beginnen in dit onderzoek, dus in tegenstelling tot veel andere onderzoeken, niet bij wie hebben er slechte uitkomsten en wat zijn de kenmerken van deze zwangere vrouwen. Of bijvoorbeeld, wat is de relatie tussen één enkele risicofactor, bijvoorbeeld schulden, en een bepaalde uitkomst, zoals vroeggeboorte. En we beginnen echt bij die informatie over die risicofactoren en die beschermende factoren, om te kijken wat daar nu eigenlijk gebeurt. Of we bepaalde patronen zien, bepaalde structuren. Zijn er nu mensen die heel erg op elkaar lijken of juist niet? Nou, om dat goed te kunnen starten, hebben we natuurlijk data nodig, maar dat is eigenlijk stap 2. We zijn eerst begonnen met wat zijn nu die relevante factoren. Dus een overzicht maken eigenlijk van alle mogelijke risicofactoren en mogelijke beschermende factoren van kwetsbaarheid rond de zwangerschap. Dat hebben we gedaan op basis van, ah kijk, hier gaat het mis, zie ik. Ik deel nog een keer mijn presentatie. Ja, dat hebben we gedaan door te kijken in de literatuur, bestaande definities van kwetsbaarheid, bestaande modellen, zoals ook al even toegelicht door Lindsay. Dus links zien we dan de definitie kwetsbaarheid, zoals opgesteld door het Erasmus MC in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Nou, rechts zien we een model waarin alle verschillende factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van een kind genoemd staan. Dus uit dit soort modellen, aanvullend met andere literatuur, hebben we echt een lange lijst gemaakt van die risicofactoren en beschermende factoren. En stap 2 was dan, welke gegevens kunnen we nou eigenlijk terugvinden in bestaande data? Dus wat wordt geregistreerd door bijvoorbeeld de verloskundige of de gynaecoloog of de kinderarts? Of wat staat er bijvoorbeeld bij het Centraal Bureau voor de Statistiek al geregistreerd? Nou, daarvoor gebruikten we de DIPER data-infrastructuur. Deze data-infrastructuur gebruiken we bij verschillende projecten binnen het RIVM rondom zwangerschap en geboorte. En dit is eigenlijk een onderzoeksbestand met allerlei informatie over de zwangere vrouw, haar partner en het kind. We combineren daarin gegevens vanuit verschillende bronnen. Dus we maken gebruik van Perinet met gegevens over zwangerschap en geboorte. Bijvoorbeeld gezondheidsuitkomsten, verloop van de zwangerschap. Maar ook Vectis, dat zijn declaratiegegevens van de zorgverzekeraar. En dat geeft meer inzicht in zorggebruik. Dus bijvoorbeeld heeft iemand wel of niet kraamzorg ontvangen. Nou, en dan combineren we dat ook met gegevens vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daar zijn eigenlijk veel gegevens bekend over vader, moeder en het kind. Over bijvoorbeeld werk, inkomen, huishouden, leefomgeving. Allerlei verschillende gegevens. CBS verzamelt soms ook data onder een specifiek deel van de populatie. En dat is ook met de gezondheidsmonitor 2006 in het geval. Lindsay noemde hem al even. Dit is een vragenlijstonderzoek wat verspreid wordt onder ongeveer 500.000 mensen van 19 jaar en ouder. En daarin worden gegevens verzameld over leefstijl en eigen ervaren gezondheid. Dus de vragenlijst die mensen zelf invullen. Nou, en dit soort gegevens zijn natuurlijk ook enorm relevant als we kijken naar kwetsbaarheid. We werken met DIPER binnen de beveiligde omgeving van CBS met gepseudonymiseerde data. Dus we
hebben wel gegevens over zwangerschapsniveau en alles wat daarbij komt kijken, maar we weten niet wie is bijvoorbeeld. Dus we werken veilig binnen de omgeving van CBS en de gegevens die we naar buiten brengen worden ook gecontroleerd. En zo hebben we dus gekeken. We hebben een aantal risicofactoren en beschermende factoren. En wat komt hier nou in naar voren? Dus als bijvoorbeeld een risicofactor voor kwetsbaarheid armoede is, hebben we hier ook gekeken naar wat weten we nu eigenlijk. En dan weten we bijvoorbeeld meer over laag inkomen of schuldenproblematiek. Zo hebben we dat voor al deze gegevens gedaan. En dan komen we uiteindelijk terecht op deze variabelen, deze gegevens over risicofactoren en beschermende factoren, die we mee kunnen nemen in ons onderzoek. En we hebben die opgedeeld in 3 verschillende vlakken, aangegeven met kleuren. Dus links zien we in het groen de gegevens die landelijk beschikbaar zijn. Dus van iedere zwangere vrouw, of nagenoeg iedere zwangere vrouw, weten we bijvoorbeeld wat hun opleidingsniveau is, een inkomen. Maar ook bijvoorbeeld wat de werksituatie is, of iemand een eenoudergezin heeft. Wat voor zorguitgaven er zijn geweest voor het ziekenhuis of de huisarts. De totale zorguitgaven. Of iemand eerder bijvoorbeeld verdachte is geweest van een misdrijf of slachtoffer. Wat de leefbaarheid van de buurt is. En dit zijn dus gegevens die in landelijke beschikbare databronnen staan. Veelal vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat weten we dus over heel veel zwangere vrouwen. De gezondheidsmonitor is natuurlijk maar ingevuld door een iets beperktere groep. En daar weten we wel weer heel veel interessante informatie over leefstijl en ervaren gezondheid van. Dus bijvoorbeeld, hoe is iemands ervaren gezondheid? Wat is het risico op depressieve of angstklachten? Ervaart iemand eenzaamheid, ja of nee? Heeft iemand moeite met rondkomen? Maar ook bijvoorbeeld roken, alcohol, bewegen en BMI zijn hier onderdelen van. Ten tijde van het onderzoek waren ook een aantal gegevens niet beschikbaar. Dus we weten dat ze mogelijk een risicofactor of beschermende factor vormen voor kwetsbaarheid. Maar we hebben er gewoon geen data over. Dat is niet beschikbaar binnen DIPER. Dat geldt bijvoorbeeld voor voeding, dak- en thuisloosheid, traumatische gebeurtenissen, meer de acute problematiek en ook de beschermende factoren mogelijk. Dus preconceptiezorg hadden we ook nog geen toegang toe. Daar zijn we nu wel mee bezig. En ervaren stress wordt ook in de latere gezondheidsmonitor wel uitgevraagd, maar konden we nu nog geen gebruik van maken. Dus we konden verder met het groene en het gele gedeelte. Dat zijn de risicofactoren en beschermende factoren die we konden meenemen in dit onderzoek. We wilden meer inzicht krijgen van hoe kunnen we nu data gebruiken om zicht te krijgen op kwetsbare gezinnen. Of kwetsbaarheid rond de zwangerschap. Daarom hebben we eerst iedereen geselecteerd die in 2017 en 2018 zwanger is geweest en ook in die periode is bevallen. Maar een vereiste was ook dat iemand voorafgaand aan die zwangerschap de gezondheidsmonitor heeft ingevuld. Alleen dan kunnen we ook die gegevens meenemen. Het heeft geleid tot uiteindelijk een onderzoekspopulatie van ruim 4000 vrouwen, verspreid over heel Nederland. We hebben dus de gegevens over ruim 4000 vrouwen op die 42 variabelen, dat groene vlak en het gele vlak. En eigenlijk was het de volgende vraag, hoe kunnen we nu meer inzicht krijgen, meer structuur creëren? Hoe kunnen we zien wat er eigenlijk gebeurt rondom kwetsbaarheid? Zijn er nu mensen die op elkaar lijken, die dezelfde risicofactoren delen voor kwetsbaarheid of dezelfde beschermende factoren? Een manier om die structuur aan te brengen was nu door middel van een latente klasseanalyse, waarbij je eigenlijk op basis van de data en hoe goed kun je iets interpreteren, zoekt naar groepen. Wie lijken er op elkaar? Kunnen we überhaupt groepen vinden? En we delen dus mensen in op basis van gedeelde kenmerken. En je ziet hier rechts al, dat kunnen dan een oneindig aantal groepen zijn. Dat weet je eigenlijk niet van tevoren. Je zegt ook niet, ik ben op zoek naar 3 groepen. Je laat de data eigenlijk voor zich spreken. En het kan dan ook zijn dat de ene groep iets kleiner wordt dan de andere. En dat geeft niet, dat is helemaal goed. En is het dan vervolgens gelukt? Kunnen we eigenlijk structuur aanbrengen in kwetsbare of zwangere vrouwen wat betreft kwetsbaarheid? En dat is gelukt. We hebben uiteindelijk 5 groepen. Dus alle kwetsbare vrouwen zijn uiteindelijk door middel van de analyse in 1 van deze groepen terechtgekomen. En we hebben ze een naam gegeven, de verschillende groepen, aan de hand van de kenmerken die zij delen. Dus we hebben een groep gevonden die heet multidimensionaal kwetsbaar. Die delen met name risicofactoren voor kwetsbaarheid en dan eigenlijk ook op verschillende gebieden. Dus de meerderheid van de zwangere vrouwen die in die groep terecht zijn gekomen, heeft bijvoorbeeld geen inkomen of een uitkering, woont in een huurwoning, heeft hogere kosten voor de huisarts, bijvoorbeeld geen goede ervaren gezondheid, is vaker eenzaam. Dit zijn een aantal kenmerken die de meerderheid van de groep
deelt. Maar tegelijkertijd hebben we ook gekeken, nou, er zijn een aantal kenmerken die komen misschien helemaal niet zo vaak voor. Maar ten opzichte van de andere groepen zien we wel duidelijk dat de mensen, de zwangere vrouwen in de multidimensionale kwetsbaarheidsgroep bijvoorbeeld vaker een eenoudergezin vormen, financiële problemen hebben en bijvoorbeeld vaker gebruik maken van verslavingszorg. Nou, dus die groep kenmerkt zich met name door risicofactoren voor kwetsbaarheid. Dan hebben we ook een groep, die hebben we uiteindelijk hoog zorggebruik genoemd, omdat deze groep met hoge zorgkosten heeft en dan met name voor het ziekenhuis. En dan ten opzichte van de andere groepen ook vaker een hoger GGZ-gebruik, hoger medicijngebruik en vaker de huisarts bezoekt. Tegelijkertijd heeft deze groep ook een aantal beschermende factoren voor kwetsbaarheid, zoals bijvoorbeeld een hoog opleidingsniveau en een betaalde baan en een goede ervaren gezondheid. Een derde groep die we hebben gevonden is de sociaal-economisch kwetsbare groep. Zij kenmerken zich door bijvoorbeeld geen inkomen of een uitkering, ze wonen vaker in een huurwoning, vaak een migratieachtergrond. Tegelijkertijd hebben zij ook een aantal beschermende factoren opnieuw. Die zie je hier ook weer in het groen. Goede ervaren gezondheid en lage zorgkosten. De psychosociale kwetsbaarheidsgroep die kenmerkt zich met name door een groter risico op depressieve of angstige klachten. En zij zijn ook vaker eenzaam. Tegelijkertijd hebben ook zij weer een aantal beschermende factoren. En dan hebben we tenslotte nog de gezond en sociaal-economisch stabiele groep. En daar zien we met name beschermende factoren voor kwetsbaarheid. De goede ervaren gezondheid, vaker niet eenzaam, een hoog opleidingsniveau en vaker een betaalde baan en een vast contract. En ook ten opzichte van de andere groepen ervaren de vrouwen in deze groep vaker een hogere ervaren controle over het eigen leven. Nou, we zien binnen onze studiepopulatie dat die laatste groep, de gezond en sociaal-economisch stabiele groep, de grootste is. En de multidimensionale kwetsbaarheidsgroep de kleinste. Dat is ongeveer 6% en gezond en sociaal-economisch stabiel 50%. Maar ik wil daar wel heel duidelijk bij zetten dat dat geldt met name voor deze specifieke populatie. Want we hebben hier natuurlijk gebruik gemaakt van de gezondheidsmonitor. En we weten dat de gezondheidsmonitor vaker wordt ingevuld door mensen met bijvoorbeeld een hoger opleidingsniveau. Mensen zonder migratieachtergrond. En dat we dus weten dat dit een vrij specifieke groep is. Nou, daar kom ik zo nog even op terug, op hoe we dan de vertaalslag proberen te maken straks naar de algehele groep zwangere vrouwen in Nederland. Wat we vervolgens hebben gedaan, twee dingen. We hebben eerst gekeken naar, klopt die indeling nu ongeveer? Ook wanneer we kijken naar, als we dit onderzoek herhalen in de reproductieve leeftijdscategorie. Dus onder iedereen tussen de 19 en 44 ongeveer. En dan zien we wel ongeveer hetzelfde patroon. En we hebben tegelijkertijd hebben we ook gekeken naar wat is nu de relatie tussen deze klasse en de uitkomsten. Maar dat was dus duidelijk stap 2. Dus we hebben eerst de data over risicofactoren en beschermende factoren voor zich laten spreken eigenlijk. En vervolgens pas de stap gemaakt naar gezondheidsuitkomsten en zorggebruik. Dus we hebben gekeken naar wat is nu wat doet de indeling in de groepen nu op uitkomsten zoals vroeg geboorte, laag geboortegewicht, keizersnede, maar ook op het ontvangen van kraamzorg bijvoorbeeld. Of het ontvangen van zwangerschapsbegeleiding voor de 10e week van de zwangerschap. En daar kwamen we een aantal resultaten uit die ons ook weer wat meer inzicht geven. De eerste is dat de multidimensionale kwetsbaarheid leidt tot slechtere uitkomsten dan kwetsbaarheid op één domein. En daaruit kun je halen dat met name de combinatie van belang is, dus meerdere risicofactoren en een gebrek aan beschermende factoren. En we zien dat, we denken daarmee dat dus medische en sociale zorg en ondersteuning nodig is. Nou, natuurlijk ook wel echt een van de grote pijlers van kansrijke start. En ik denk waar jullie ook allemaal in de praktijk druk mee bezig zijn. We zien daarnaast ook dat de sociaal-economische kwetsbaarheid niet direct tot slechtere uitkomsten leidt. Terwijl dat in de literatuur natuurlijk wel vaak zo beschreven wordt. En wat wij denken dat hier aan de hand is, is dat we dus nu ook hier de invloed van beschermende factoren hebben kunnen meenemen. En dat die van grote invloed zijn op deze relatie ook. En dat het mogelijk is dat met name de combinatie met andere moeilijkheden een rol speelt. En of iemand dan daadwerkelijk ook slechtere uitkomsten ontwikkelt, ja of nee. Wat we daarnaast hebben gezien is dat de vier kwetsbaarheidsklassen, dus alles ten opzichte van de sociaal-economisch stabiele, of de gezond en sociaal-economisch stabiele klas, dat zij minder kraamzorg en vroege zwangerschapsbegeleiding hebben ontvangen dan de gezonde en sociaal-economisch stabiele klassen. En we zien dat ook wel in de literatuur omschreven worden. Dus dat hogere kwetsbaarheid betekent vaak dat mensen hogere behoeften hebben, maar tegelijkertijd ook wel minder toegang of gebruik van zorg maken of ondersteuning. Dus dat komt dan wel weer overeen.
Zoals ik al zei, er zijn eigenlijk nog wel een aantal verdere stappen te nemen om dit ook goed te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld bij monitoring, bijvoorbeeld binnen de lokale coalities, om nu aan te geven van hè, wat is nu het percentage kwetsbare zwangere vrouwen binnen mijn gemeente of binnen bepaalde wijken. Wat wij nu eerst gaan doen is kijken naar ook de rol van de partner. Dus wat is de rol van de vader of de partner van de zwangere vrouw op kwetsbaarheid. En daarnaast zijn er nog een aantal stappen te zetten voor het gebruik van monitoring op landelijk niveau, maar ook gemeente- of wijkniveau. Wat we nu namelijk hebben gedaan, dat zie je linksonder, is dat we veel data beschikbaar hadden over een wat kleinere groep. Dus we konden zowel data uit landelijk beschikbare registraties als de gezondheidsmonitor gebruiken. Maar daardoor hadden we ongeveer 4000 vrouwen. Wat we straks gaan doen is kijken, kunnen we nu nog, als we de gezondheidsmonitor niet meenemen, alsnog de groepen identificeren. Want we missen dan dus wat gegevens, maar we weten wel, hè, we kunnen het wel over een grotere groep zeggen. Dus dat is wat we nu gaan doen. In de eerste plaats voor de multidimensionaal kwetsbare groep. En dan kunnen we ook iets meer zeggen over welke variabelen zijn dan met name belangrijk. Maar misschien komen we er ook wel op uit dat het met alleen wat er nu landelijk geregistreerd wordt nog niet lukt. Maar we ook aanvullend zouden moeten registreren. Dus gegevens die nu alleen in de gezondheidsmonitor staan bijvoorbeeld, dat we dat ook eigenlijk breder zouden moeten registreren. Nou ja, en dan hopen we dus naartoe te gaan dat we ook meer inzicht krijgen in kwetsbaarheid rond de zwangerschap op landelijk niveau. Hoe groot is de groep dan? Welke variabelen zijn belangrijk? Welke kenmerken? En hoe kunnen we dat dan gebruiken voor monitoring? Dus daar werken we nu aan. Dan zijn we eigenlijk al aan het einde gekomen van deze presentatie. Ik zie al wat vragen voorbij komen, dus daar ga ik zo even doorheen. Zet ze ook nog gerust in de chat als je nog aanvullende vragen hebt. En als je na deze presentatie of na deze sessie nog meer wilt weten, dan voel je ook vrij om even te mailen. Of om even een kijkje te nemen op de website van het RIVM en de Monitor Kansrijke Start. In de afgelopen monitor van 2021 hebben we ook een pagina besteed aan dit onderzoek. Dus daar kun je alles nog even nalezen en kort terugzien. Dan zal ik nu het delen van het scherm even stoppen. En dan ga ik even naar de chat. Carolien en ik denk Mariska had beide de vraag. Ik denk dat juist veel kwetsbare aanstaande ouders de gezondheidsmonitor niet hebben ingevuld. Vertekent dit het beeld dan niet? Ja, dat denken wij inderdaad ook. Dus we hebben vergeleken van wat zijn nu de kenmerken van onze studiepopulatie met de algehele populatie zwangere vrouwen. En dan zien we dus inderdaad verschillen op kenmerken zoals opleidingsniveau en migratieachtergrond. En daarom weten we dus dat we niet kunnen zeggen de groepen zijn inderdaad in de algehele populatie zo groot. Maar we denken wel, doordat we de kwetsbare, multidimensionaal kwetsbare groep hebben kunnen identificeren, dat de kenmerken die daarbij horen wel passen bij de algehele populatie. Alleen de groepsgrootte kunnen we inderdaad nog niks over zeggen. Dus daar werken we nu aan. En ik denk dat de laatste slide dan misschien jullie vragen ook wel heeft beantwoord. Zie ik Max, is de groep hoog zorggebruik een goede ervaring gezondheid niet tegenstrijdig met het hoge gebruik van zorg? Dat zou ergens kunnen. Inderdaad, die tegenstelling die zien we wel. Misschien is het wel zo dat deze groep veel zorg gebruikt, maar niet het gevoel heeft dat eigen ervaren gezondheid inderdaad slecht is. Er kunnen ook beschermende factoren zijn die wij bijvoorbeeld niet meegenomen hebben, waardoor deze tegenstelling bestaat. Het zou ook nog kunnen dat in deze groep ook mensen zitten die hoger zorggebruik hebben gehad, omdat zij de wens hebben gehad om zwanger te raken. Dus dat dat niet met hun eigen ervaren gezondheid te maken heeft, maar wel met die wens voor de zwangerschap. Dus er zijn inderdaad mogelijkheden om dit. We weten het niet precies. Dat is eigenlijk mijn antwoord. Maar er zijn wat ideeën over hoe dat mogelijk zou kunnen ontstaan. Annemarie, kijken jullie alleen naar gezondheidsuitkomsten van de ouder of ook naar de ontwikkelkansen van het kind? We hebben voor nu voornamelijk nog de gezondheidsuitkomsten echt rondom de geboorte. Maar ik denk dat het heel mooi zou zijn als we op termijn ook inderdaad meerdere gezondheidsuitkomsten van het kind op langere termijn ook zouden kunnen combineren. Dus we hebben eerder wel nagedacht, kunnen we ook vanuit bijvoorbeeld data van de jeugdgezondheidszorg iets zeggen over bijvoorbeeld spraaktaalontwikkeling of overgewicht van het kind, bijvoorbeeld op 2-jarige leeftijd of later. Maar op dit moment is de data vanuit de jeugdgezondheidszorg kunnen we nog niet gebruiken, want die staat eigenlijk nog bij de jeugdgezondheidszorgorganisaties apart en is nog niet in
bijvoorbeeld bij het CBS ondergebracht en beschikbaar voor ook onderzoek zoals dit. Daar wordt wel heel erg aan gewerkt om die gegevens ook naar CBS te krijgen, maar dat komt voor dit onderzoek nog niet. Dus ik hoop dat dat inderdaad in de toekomst mogelijk is. En Mariska geeft dan nog aan, ook interessant om iets van inzicht te hebben hoeveel mensen bijvoorbeeld niet geregistreerd zijn, bankslaafs, et cetera. Ik heb sterk het gevoel dat de slechtste groep niet te vangen is in data. Kan je daar iets over zeggen? Ja, dat klopt. Dat het inderdaad, dat er echt wel een groep is die we, of gegevens zijn over, nou ja, misschien de meest kwetsbare mensen die we eigenlijk niet hebben. En dan inderdaad die acute problematiek of het voorbeeld wat jij ook noemt, daar wordt heel slecht over geregistreerd natuurlijk. Daar weten we eigenlijk nog gewoon heel erg weinig van. Dus we hopen dan met gegevens die er wel beschikbaar zijn, dat we ook die groep kunnen vangen. En tegelijkertijd ken je dus niet alle kenmerken of risicofactoren, want we hebben gewoon niet alle data eigenlijk. Dus dat klopt wat je zegt, Caroline. Oké, nou, ik denk dat ik alle vragen heb beantwoord en ik hoop voldoende. En stuur me anders inderdaad nog een mail of misschien bij de komende bijeenkomst vanuit het landelijke programma Kansrijke Start in Utrecht. Daar ben ik ook, dus voel je ook vrij om me daar aan te spreken. Dank jullie wel. Dank je wel, Joyce. En hopen dat jullie artikel, wetenschappelijk artikel, binnenkort gepubliceerd gaat worden. Hè? Ja. En dan gaan we nu even naar de praktijk, Rotterdam, Annemarie Wilfraat van de gemeente. Die gaat vertellen van hoe zij dan hebben aangepakt hun monitoren op laal niveau. Hoeveel jullie nu zijn, zullen we maar zeggen. Zal ik de presentatie delen, Annemarie? Of wil je eerst stel je even voor prima. Ook? Ja, ik ben Annemarie Wilfraat. Ik ben programmamanager bij de gemeente. En wij werken natuurlijk ook met de lokale coalitie, waar we samen proberen het verschil te maken. En daar gebruiken we, dat doen we onder andere op de manier zoals ik zo ga vertellen. Inge, hoeveel tijd tot hoe laat heb ik nog beschikbaar? Want, je mag gewoon een half uur hoor. Dus okay. Je kunt je tijd. We hebben tot 11:15. Ik ga straks even iets inkorten. Ik moet even doorschuiven naar deze, denk ik, hè? Ja. Dat is een beetje klein wat je hier ziet. Maar ik wil jullie meenemen in wat wij gedaan hebben. Om te kijken hoe kunnen we nou effectiever worden als coalitie richting onze kwetsbare doelgroep. Want je hebt maar een bepaalde hoeveelheid geld, de capaciteit. En we hebben daar wat stappen in gezet. Want we zeiden eerst van we moeten eigenlijk zoveel mogelijk effectieve interventies inzetten. Nou, dat was stap 1. Dus een heleboel interventies zijn we toen niet meer gaan aanbieden. Maar eigenlijk merkten we van er is best wel uitval bij bepaalde interventies. Dat kan niet wel effectief zijn, maar als je dan de doelgroep te vroeg uitvalt, dan heb je nog niks bereikt. En zijn we nou echt wel met die goede dingen bezig? En toen heeft een collega van mij in het kader van de studie een model ontwikkeld. En dat zie je hier. Je krijgt de presentatie ook toegestuurd, dan kan je hem wat beter bekijken. Maar dat model is eigenlijk gebaseerd op, wij noemen dat impactgedreven beleid. En dat betekent dat we niet kijken vanuit interventies die er bestaan en kijken wat we kunnen inkopen. Maar we kijken eigenlijk naar de impact die we willen bereiken. En van daaruit gaan we terugredeneren. En wat je nu gehoord hebt hiervoor, de presentaties over factoren en over cijfers. Ja, dat willen we dus eigenlijk, die informatie, die wetenschappelijke informatie, die willen we gaan vertalen naar de praktijk. Nou, daar zijn we mee bezig geweest de afgelopen. Nou, het is best wel een tijd intussen. We hebben allerlei wetenschappelijke onderzoeken naast elkaar laten leggen. En zelf ons ook daarin verdiept. En vanuit die onderzoeken en alle gegevens die je nu ook zelf net gehoord hebt, zijn we gaan kijken naar hoe zit het nou met al die factoren. We hebben een factorenmodel ontwikkeld. Waarbij je dus de belangrijkste factoren ziet die invloed hebben op hoe het gaat met de ouder en hoe het gaat met de kind. Want daar kijken wij heel nadrukkelijk daar naar, ook in de gemeente en in de coalitie. En vervolgens, als je dan weet van wat elkaar op elkaar inwerkt, wat zou je nou kunnen doen om die factoren te beïnvloeden?
En van daaruit, als je dat weet, wat je zou kunnen doen, dan pas te gaan kijken van, oké, wat gaan we dan samen doen? En hoe gaan we dat, wat gaan we dan inkopen? Hoe zetten we onze capaciteit in? En nou, dit model, dat helpt ons daarbij. We beginnen dan linksonder bij beoogde impact en gaan langzamerhand naar rechtsboven. Nou, die stappen hebben we intussen gezet. We hebben dus gekeken naar die wetenschappelijke kennis. En we zitten nu op het punt dat we de onderkant van de lemniskaart gaan uitvoeren. En dan krijg je dingen als dat we dingen gaan inkopen, gaan maatregelen uitvoeren. En we gaan dus heel veel monitoren om te kijken, moeten we dingen misschien anders doen? Bereiken we nou echt wat we dachten te bereiken? En uiteindelijk, als je die stappen dan helemaal onderin doorlopen hebt, dan kom je weer, dan zie je, hebben we nu de impact bereikt? Nou, ik ga jullie dadelijk door wat stappen meenemen om het wat concreter te maken. Maar we willen dus volgen nu van wat hebben we dan ingekocht? Is dat ook werkelijk uitgevoerd? Als het uitgevoerd is, wat is dan de output ervan? Hè? Van hoeveel is het uitgevoerd? Hoeveel mensen hebben eraan deelgenomen? Zijn ze niet uitgevallen? Daar willen we van leren en dingen beter doen. En als volgende stap kijken we, nou, is er dan het outcome ook werkelijk verbeterd? En zijn we dan inderdaad met goede dingen bezig geweest of moeten we wat veranderen? Nou, dat in de grote lijn. In de volgende zie je even een korte toelichting op zo'n factorenmodel. We hebben dus eigenlijk gekeken naar al die factoren. Je hebt er net ook wat voorbij horen komen. Hoe die zich tot elkaar verhouden. En wat helpt dat nou? Je kan dan veel meer in samenhang kijken naar de werkelijkheid in je gemeente. En dan kan je ook kijken van hoe vaak komt iets nu voor in mijn gemeente en wat heeft dat voor effect? Als er nou heel veel armoede is, zoals in Rotterdam, dan zien we dat er heel veel stress is en dat het heel veel invloed heeft op het kind. Nou, er zitten allerlei koppelingen tussen die factoren. Nou, doordat je dan veel meer daarvan weet, kan je je doelen specifieker maken. En je kunt dus veel onderbouwde keuzes maken. En je weet waar je op zou moeten monitoren om te kijken of het beter gaat. Dus dat zijn we allemaal aan het inrichten. Nou, om dat dan nog concreter te maken, even naar de volgende dia. Dan hebben we dus gekeken, nou, wat is nou de impact die we willen bereiken? Nou, die zal jullie heel bekend voorkomen. Alle kinderen in, puntje, puntje. Nou, in Rotterdam voor ons maken een stevige start. Dat is de impact die we willen bereiken. Nou, we hebben gekeken, wat is er dan nodig? Nou, de kinderen die moeten mentaal zich goed ontwikkelen en gezond geboren worden. En ook fysiek. Dus beide dingen moeten we opletten dat we die meenemen in onze aanpak. Vervolgens zijn we gaan kijken welke factoren, en dan mag ik de volgende dia, spelen daar nou in mee. En je hebt net ook al de termen beschermende risicofactoren gehoord. Nou, hier zie je het overzicht wat wij hebben samengesteld op basis van allerlei wetenschappelijke informatie en kennis. En we weten dat al deze factoren dus een invloed uitoefenen. Heel belangrijk zijn daarbij de beschermende factoren. Want met die factoren kun je dus beïnvloeden dat het beter gaat. En kun je de effecten van de risicofactoren dempen. Dus we hebben eigenlijk steeds gekeken van, nou, welke zijn nu de belangrijkste? Nou, dat zijn deze uitgekomen. Maar dan zijn we als vervolgstap gaan kijken, naar wat weten we nou eigenlijk over deze factoren? Nou, de volgende dia zie je daar een voorbeeld van. Ik hoop dat jullie dat kunnen lezen. Je ziet dat we hebben gekeken bijvoorbeeld naar psychische gezondheid. En als je dan kijkt, dan kijken we dus naar hoe vaak komt dat nou voor? Wat weten we daarvan? En je merkt dat er dan heel veel dingen nog niet weten. En er zijn bijvoorbeeld te weinig Rotterdamse cijfers. Maar er zijn bijvoorbeeld wel veel gegevens die je landelijk kunt vinden. Nou, dan hebben we een hele lijst gevonden met informatie over angst, depressie en over problematiek bij vader of de moeder. En dan zie je, dat heb ik rood gemaakt, wat ons dan opvalt is van
goh, dat komt eigenlijk veel vaker voor dan we dachten. Dat zie je 20%. Nou, we hebben met de ontwikkeling van de lokale monitor, hè, met de steden, hebben we gekeken. Nou, wat zijn nou belangrijke factoren om te volgen? En een van de cijfers die daar nu uitkomt is het zorggebruik rond de GGZ. En dan zien we bijvoorbeeld dat 8% van de mensen in Rotterdam, daarvan is bekend dat die in zorg zijn. Dan weten we eigenlijk nog niet of we ze allemaal bereiken. Dat lijkt er niet op als het 20% van de mensen psychische problematiek heeft. In ieder geval, ze zijn niet in zorg. Van die 8% van de zwangere, de mensen die kind hebben gekregen, zijn er een heleboel sowieso niet in begeleiding. Op een of andere manier. En dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Want als je kijkt naar de effecten, dan zie je dat het op allerlei factoren effect heeft. Hè. Op de vroeggeboorte zie je effecten, maar er zijn nog veel grotere effecten. Als je kijkt, 4 keer grotere kansen op kindermishandeling. Je ziet de effecten op het kind. Nou, als bijvoorbeeld de moeder last heeft van depressie, als je dan kijkt van hoe groot die factor is. En de effecten van psychische problemen bij ouder. Op de kans dat kinderen effecten daarvan krijgen. Hè, dat de kind psychische problematiek krijgt, is ook 3 tot 13 keer groter. Of verslavingsproblemen bij het kind. Nou, eerlijk gezegd schrok ik wel van deze cijfers toen ik dat zag. En toen dacht ik, goh, we doen eigenlijk haast niks in Rotterdam op de ondersteuning van de ouder bij de psychische problematiek. Dus dat geeft allerlei inzichten op waar je misschien wat je accenten zou moeten verleggen. En hoe je problematiek verder kan verlagen. We zijn bijvoorbeeld gaan kijken op basis van dit voorbeeld naar hoe kunnen we nou zorgen dat de problemen voor het kind kleiner worden. We zijn dus gaan kijken wat kunnen we meer doen op de hechting tussen ouder en kind. Hoe kunnen we zorgen dat we deze mensen beter in beeld krijgen. En als we ze dan beter in beeld krijgen, dat er dan ook interventies zijn die goed aansluiten op de ouder. En die hen ook helpt om die hechting met het kind te verbeteren en opvoedproblemen te voorkomen. Mag ik de volgende? Nou, hier zie je dat, dat is een plaatje waarbij je allerlei factoren ziet, hoe die met elkaar verbonden zijn. He, je ziet de psychische problemen van de ouder. Nou, dat heeft effecten op het gezinsklimaat, op het verloop van de zwangerschap, de financiële zorgen. Daar zit een relatie mee. Ik heb net al iets verteld over die hechting van het kind. Hè? Die oude-kindrelatie, daar heeft het invloed op. De hechting van het kind, nou, als die hechting niet goed is, dan heeft het invloed op de hersenontwikkeling van de kinderen. Bijvoorbeeld zou het kunnen zijn dat ze later ook problemen hebben met sociaal-emotionele ontwikkeling, temperament van de kinderen. Nou, en uiteindelijk het schoolsucces en hoe het in de toekomst gaat met werk. Nou goed, dit zijn wat voorbeelden van alle relaties die er te leggen zijn als je naar die factoren kijkt. En kun je dus veel beter kiezen waar je dan op gaat inzetten. Nou, wat we vervolgens gedaan hebben, de volgende dia, is gekeken van, nou, als deze factoren nou zo belangrijk zijn, wat zijn dan de factoren waar we echt, een cluster hebben we gemaakt van factoren waar we eerst op zouden willen inzetten. Waar is nou het grootste problemen te zien, de gevolgen daarvan? Laten we daar nou mee beginnen. Nou, daar hebben we er 8 uitgekozen, waaronder armoede, psychische gezondheid. Maar goed, ik geloof dat lijstje erbij zit. Maar we hebben op die 8 factoren hebben gekeken van nou, hoe beïnvloeden die elkaar en kunnen we maatregelen bedenken dat we dat hele cluster beïnvloeden. Nou, daar hebben we dus een hele serie maatregelen bedacht. En hebben we gekeken, nou, wie zou er daar nou aan zet zijn? Dat kan zijn in de geboortezorg, maar soms betreft het hele andere terreinen binnen de gemeente. Hè, andere beleidsterreinen waar dingen zouden moeten veranderen.
Soms zijn er dingen in de kraamzorg. Dat kan dus op heel verschillende, bij verschillende partners zijn en op verschillende gebieden. Dus we hebben gekeken welke factoren zijn er en dan welke maatregelen kun je nou inzetten om dat te beïnvloeden. Nou, bijvoorbeeld dat van psychische gezondheid hebben we gekeken naar hoe kunnen we nou dat beter signaleren als verloskundige of gynaecoloog, dat speelt. Nou, daar zitten we eigenlijk middenin op dit moment. We hebben bijvoorbeeld het signaleringsinstrument hebben we opnieuw naar gekeken. Dat heeft Erasmus Medisch Centrum gedaan, de RVU. Kunnen we daar specifiekere vragen stellen? Kunnen we gerichtere vragen? Dat het minder werk wordt voor een verloskundige om het uit te vragen. En als het dan beter lukt om het te signaleren, hoe zorgen we dan dat die toeleiding beter gaat? Want we merken met mensen met psychische problematiek dat die vaker uitvallen of dat het niet past. Die hebben zoveel zorgverleners al gezien. Hoe kunnen we nou echt samen met hen dit verbeteren en dat ze ook echt zich geholpen voelen? Nou, als het dan lukt om beter toe te leiden, dan moet je eigenlijk ook een beter goed aansluitende interventies hebben. En misschien heb je er wel veel te weinig dan. Dat zou kunnen. Wat wij hebben gemerkt, dat het leidt tot een hele verschuiving in ons subsidiekader. Dus dingen die wij bij de gemeente inkopen. Dus we hebben eigenlijk bepaalde accenten daarin gelegd. En we hebben gezegd, nou, we gaan vooral daar geld op inzetten. Want dat zijn de dingen die het meeste invloed hebben op een goede ontwikkeling van het kind in de toekomst. En ook dat de ouder het beter doet. Het beter gaat met de ouder, bedoel ik. Ja, ik denk dat dit even in grote lijn wel genoeg is. Nou, dan de volgende, laatste dia. Nou, met al die informatie die we verzameld hebben, hebben we dan nu een plan opgesteld. En hebben we gekeken van, nou, wat gaan we nu voor maatregelen doen. We hebben gekeken, hè, er ligt een voorstel van hoeveel capaciteit is er voor nodig. Moeten we al dingen anders doen met inkopen? Nou, daar hebben we gedurende het proces al dingen anders in gedaan. Maar we zijn nu eigenlijk weer met vervolgstappen bezig. En ondertussen hebben we ook gewerkt aan, nou, waar zouden we dan op moeten gaan letten in de monitoring? Daar zijn we nog niet mee klaar, want dat is best ook een puzzel. Daar doen we ook een leerproces mee met de andere gemeenten. Van hoe kan je dat nou heel goed volgen, dat wat je doet, dat dat ook het effect gaat hebben wat je wilt. En nou, daar zijn echt heel veel dingen in te leren. We leren al werkende weg. En ook straks, hè, we gaan nu die uitdaging weer zo op deze manier aanpakken. En dan willen we samen met onze partner, samen met de doelgroep leren hoe we nou nog effectiever kunnen worden in wat we doen. En dat monitoren we en dan maken we steeds kleine leerloops. Maar we gaan dan ook weer, hè, dat lemnisch kaart wat je aan het begin zat, gaan we dus helemaal doorlopen om dan op een gegeven moment te kijken, oké, hebben we nu bereikt wat we willen bereiken? Misschien moeten we sommige dingen wel stoppen of andere dingen sterker inzetten. En wij denken dat we op deze manier de capaciteit die we als partners samen hebben en het geld wat we als partijen samen hebben, maar dus ook het geld van de gemeente, beter inzetten om zo goed mogelijk effect te bereiken voor de doelgroep. Ik ga even kijken of er wat er aan vragen. Ja, er zijn, ik zie twee vragen in de chat tot nu toe. Even, was ergens in het begin, worden er ook nieuwe dingen ontwikkeld of is alles er al? Nou, alles Mariska. Is er zeker nog niet, Mariska. Wij merken, er is wel heel veel aanbod. Soms past het niet genoeg. En om even een voorbeeld te noemen, hè, we hebben gemerkt, voorzorg is een effectieve interventie. Maar wat wij merkten is dat een hele groep uitvalt. Die start, maar die stopt vrij snel.
Nou, dan is die interventie niet effectief meer. Dus wij zijn daar bijvoorbeeld aan het kijken van, en we hebben ook een bepaalde groep eruit gehaald. Die bieden we geen voorzorg meer aan. Die bieden we Moeders van Rotterdam inmiddels aan. Dat veel meer gericht is op sociale problematiek bijvoorbeeld. Dat is een nieuwe interventie die in Rotterdam samen met het Erasmus MC en Stichting de Verre Bergen is ontwikkeld. Waarbij we denken dat we voor die groep meer effect kunnen bereiken. Dus er is veel, alleen past het helemaal. En we merken dat er voor sommige groepen te weinig is. En die vragen kun je nu ook heel veel concreter stellen. Bijvoorbeeld voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. We hebben daar wel aanbod voor, maar het is echt niet goed passend voor alles wat er voor die groep nodig is. Ja, Ellen vraagt dan ook, is er zicht op waarom ze afhaken, bijvoorbeeld bij voorzorg? Daar krijg je dan misschien ook meer zicht op het moment dat je het gaat monitoren. Ja, en we hebben gemerkt dat mensen die dus wel aan de criteria voldoen die voorzorg stelt, dat er bijvoorbeeld uitval is als er eigenlijk veel meer sprake is van sociale problematiek. Hè, dus dat er heel veel sprake is van schulden en stress. Dat het dan onvoldoende werkt. Of als er taalproblemen zijn. Nou, eigenlijk halen we die van tevoren er nu uit, deze mensen. En die gaan dus naar de andere interventie. Maar dat zijn we nog verder aan, want we zijn er nog niet. Wat dat betreft, we zijn het nog verder aan het uitzoeken. Komt het verbeterde signaleringsinstrument breder beschikbaar. Nou, dit zijn ook dingen die ik met de landelijke partijen, ook met VWS bespreek. Het is de bedoeling dat dingen we eigenlijk die we als steden ontwikkelen, die proberen zoveel mogelijk uit te wisselen. We zitten nu nog aan het eind van de pilotfase. We gaan het in Rotterdam na de zomer is de bedoeling opschalen. Daar zit bijvoorbeeld ook een training bij voor geboortezorgprofessionals. Maar ook landelijk wordt er gewerkt aan signalering. Dus we moeten kijken van hoe dat in elkaar past. Maar onze insteek is wel wat er ontwikkeld wordt en werkt. Laten we het vooral delen en van elkaar gebruiken. Dat is ook wel kenmerkend voor het kansrijke startprogramma, vind ik. Hè? Het delen met elkaar van wat er ontwikkeld wordt. En wij zijn dan bezig met de monitoring. Je noemde net al, we zijn met 11 coalities daarmee bezig. Dat zijn 11 lokale coalities die al verder waren of activiteiten hadden gedaan op kansrijke start. En daarmee ontwikkelen we ook dingen samen, hè? Met het RIVM. Ja, en we hebben echt wat daaruit komt, hebben we echt nodig om dan zicht te krijgen. En jullie krijgen dat dus ook. Op hoe vaak komt nou, zijn mensen in zorg die psychische gezondheid, maar ook gegevens over armoede, over lichtverstandelijke beperking. Er was zoveel niet eigenlijk, merkten we. Dat het ons erg gaat helpen als daar gegevens uitkomen die niet herleidbaar zijn, maar die wel veel dingen zeggen over hoe het gaat in jouw stad. Of wij kunnen dan ook nog in sommige wijken, sommige gebieden kijken hoe het daar gaat. En kunnen we accenten leggen in de stad. Ja. Ik ga daar zo ook iets over vertellen, even kort nog na de pauze. Dus één vraag nog, nee hoor. Eén vraag van Annelies. Eind van de middag is er een webinar over de herziening van R4U, toch? Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Daar is dan ook een uitnodiging voor uitgegaan. Als je ik weet niet of ik dat nog voor elkaar krijg, om dan de link te delen, maar dat kan ik proberen. Mocht je geïnteresseerd zijn, we hebben vanmiddag een webinar waarin we toelichten wat we aangepast hebben. En er wordt ook een preview van de training gegeven die we gaan aanbieden in Rotterdam. We hebben al veel aanmeldingen, maar dat is het mooie van digitaal. Dan kunnen er altijd nog meer bij. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, het is vanmiddag, even kijken, om 5:00 dacht ik. Dus dat is mooi. Als je nog misschien geen kun je zo hebt, in de moment, kun je dat aanhaken. Ja. Misschien kun je zo de link nog even in de chat zetten. Ik ga even kijken. Dan stuur je het even door en dan proberen wij het. Oké. Okay. Ja.
prima. Dankjewel. Anna zei ook al, wat een goede praktische presentatie. Dat is ook wat we proberen hier. Hè? Een beetje ook wat wetenschappelijke achtergrond te geven. Maar ook juist vanuit de praktijk hele praktische informatie van. Want iedereen is het wiel aan het uitvinden. En om dat een beetje bij elkaar te brengen. Om te helpen, te inspireren om weer een stapje verder te komen. Ik stel voor om nu even... Ik heb de neiging om door te gaan, maar bewegen is goed. Dat we toch even van onze stoel afkomen, even een kopje koffie halen, plassen. Weet ik het wat, 5 minuutjes. Om 11:18 ga ik weer verder. Tot zo. We gaan weer verder. We hebben net even weer de benen kunnen strekken, als het goed is. Ik wil jullie even heel kort een soort sneak preview geven van een hulpmiddel wat ook ontwikkeld is met behulp van... De tafel van 11 noemen wij dat altijd, 11 lokale coalities die wat langer bezig zijn met monitoring. Vorig jaar hebben we een Delphi-studie gedaan, want het was namelijk een van de eerste dingen wat de coalitie zeiden van we willen graag ook een hulpmiddel hebben om meer inzicht te krijgen op factoren van inzicht op lokaal niveau. Hè. We hebben de landelijke monitor, maar die indicatoren daarvoor, daar kunnen wij niet, kunnen we niks mee. We hebben een wetenschappelijke Delphi-studie gedaan met 39 experts uit wetenschap, beleid en praktijk. Ook een aantal van jullie hebben daar mee gedaan. Om een beperkte indicatorenset te ontwikkelen. Wat behulp zou kunnen zijn. Om het gesprek aan te gaan in je lokale coalitie. Wat speelt hier nou? Beweegt het zich een beetje in de goede richting? Waar zouden we op kunnen inzetten? Daar is een set indicatoren voor ontwikkeld. Toen heeft RIVM aangegeven, wij gaan die data die achter die indicatoren zitten per gemeente opleveren. In eerste instantie was dat in Excel. En dat hebben we ook steeds voorgelegd aan de tafel van El. Van kijk eens mee, klopt dit een beetje? Hebben we de goede teller en noemen en dat soort dingen? En nu zijn we bezig in de afrondingsfase van eigenlijk de eerste versie van een tool daarvoor. Dat gaat heten regiobeeld.nl kantzijker start. Met deze tool kun je op de fases van de verschillende actieprogramma's van het actieprogramma. Bijvoorbeeld, ik heb hier tijdens de zwangerschap, je kunt hier kiezen welke gemeente, je eigen gemeente. Eventueel kun je dat vergelijken met een andere gemeente, maar in ieder geval op landelijk niveau. Straks, dat is er nu ook nog niet, maar kunnen we ook op regio niveau gegevens aangeven, bijvoorbeeld op GGD-regio of op provincieniveau. Je kunt dan zeggen, nou, ik wil wat meer weten over het aantal zwangeren of het percentage zwangeren met psychische of psychiatrische problemen in mijn gemeente. Dan zien we hier de trend van die gegevens. En als je op het balletje staat, dan zie je het percentage en ook het aantal wat er in die gemeentes zitten. Dit is weer een hulpmiddel om toch meer zicht te krijgen op gemeenteniveau. Ik zei al, het is een groeimodel. De indicatoren waarvan we zeker weten, nou dit klopt. En de meest recente data, die komen erin. En het wordt nog aangevuld met wat andere indicatoren. Wat er namelijk ook speelt, is dat de gekozen indicatoren in de studie. Soms daar waren er gewoon geen data beschikbaar. Dus dan moeten we dan verder ontwikkelen van als we dit met z'n allen willen, dan moeten we toch op een of andere manier anders gaan registreren of meer gaan registreren. Of bijvoorbeeld die EGZ-indicatoren hebben daar betrekking op. Even verder nog één ding, dat ook de gegevens kunnen gedownload worden. Je kan dus per gemeente downloaden en daar van alles nog mee doen. Je kan verschillende gemeenten naast elkaar downloaden. Het is echt bedoeld als ondersteuning voor lokale coalities. Nou. Binnenkort komt hij echt online, maar ik wou jullie het gewoon alvast even laten zien van dit komt eraan. Ik wou nu overgaan weer naar de praktijk. Een ander praktijkvoorbeeld uit Dordrecht, regio Dordrecht. Lian, zou jij je even willen voorstellen en mijn presentatie delen? Precies, ja. Ja, zeker. Ik ben Lian Siebelt. Ik ben ketenregisseur van VSV Dordrecht, Verloskundig Samenwerkingsverband Dordrecht en Omgeving. Dus dat is de stad Dordrecht en 8 gemeentes daaromheen.
En als ketenregisseur is mijn rol het verbinden van de partijen binnen het VSV en ook het VSV aan de regio, dus ook de kansrijke startregio en ook nog wel wat breder de regio Zuid-West-Nederland, waarmee we veel met de omliggende VSV's te maken hebben. Even kijken of het mij lukt om mijn scherm te delen. En Inge, misschien kun je even zeggen of jij het ziet, want ik zie niet of jij het ziet. Zie jij nu mijn PowerPoint in beeld? Ja. Ja, en even de diavoorstelling zetten, dan komt hij. Ja, ik zet hem even groot, want als ik hem echt op presenteren doe, dan gaat hij maar voor de helft. Je krijgt hem niet helemaal goed in beeld, dus ik ga hem op deze manier tonen. Ik denk dat dat wel leesbaar is, hè? Ja. Oké, super. Nou, mijn presentatie gaat over het signaleren van kwetsbare situaties. Dat past natuurlijk heel mooi bij het thema inzicht in kwetsbaarheid. Vanuit de RIVM vooral gericht op monitoring en vanuit het verloskundig samenwerkingsverband zijn wij als zorgverleners heel erg gericht op het microniveau. Hè, dus echt op ons contact met die zwangeren en met het gezin. En eigenlijk bouwen wij het dus bottom-up op. En komt vanzelf de monitoring daarbij. En is het niet zo dat wij starten met monitoring en van daaruit in de interventies gaan. Dus dat is net een beetje hoe je het insteekt. Ons VSV is opgebouwd uit 14 verloskundige praktijken in 8 gemeenten, zoals ik al zei. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Een kraamzorgnetwerk met 10 organisaties. En binnen het Albert Schweitzer Ziekenhuis hebben wij nog aparte vakgroep gynaecologie. En met elkaar proberen wij de zorg voor al onze zwangeren en gezinnen. En zeker ook voor de kwetsbare gezinnen vorm te geven. Wat voor ons heel nieuw is, en ik denk in gemeenteland veel minder, is die domeinoverstijgende benadering. Een citaat wat ik veel gebruik van VAROS, komt uit hun document gezondheidsverschillen aanpakken met 9 principes. En principe nummer 1 is eigenlijk de sleutel naar positief beïnvloeden van gezondheid ligt maar ten dele in het volksgezondheidsdomein en grotendeels in andere beleidsdomeinen zoals armoede, onderwijs, huisvesting, werk, inkomen en ruimtelijke ordening. Zet in op een brede aanpak en benader gezondheid en gezond gedrag in samenhang met factoren die daarop van invloed zijn. Zoals leefsituatie, armoede, schulden, participatie in de brede zin. Dat is een visie die voor de verloskundige zorgverleners en de zorgverleners in het geboortezorgdomein echt nog wel nieuw is. En nu begint te landen en het kwartje begint een beetje te vallen dat we het in gezamenlijkheid moeten aanpakken. En daar zijn wij dus ook hard mee bezig. En wij doen dat door een verbeterd vroegsignaleringstraject met elkaar op te starten in de regio. En we willen eerder hulp bieden, al tijdens de zwangerschap, kwetsbaarheden bij de moeder en het aanstaande gezin in beeld komen die een risico vormen voor het kind. En dat kunnen zowel psychiatrische aandoeningen zijn, maar ook niet-medische problemen, zoals laaggeletterdheid, armoede en huiselijk geweld. En voor velen van jullie hier zal dat misschien heel logisch zijn, maar voor de verloskundigen, de kraamverzorgenden, de gynaecologen is dat allemaal nog best wel nieuw en onbekend. En de cijfers die wij dan aan onze zorgverleners tonen, zijn cijfers die wel heel erg raken aan ons zorgverlenend domein. Maar waar we eigenlijk maar heel weinig mee doen, zoals die 10-15% van alle zwangeren die na de bevalling een postnatale depressie krijgen. 25% van alle zwangeren blijkt in een vorm van een kwetsbare situatie te zijn. Ongeveer 1/3 van alle mensen heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat is iets waar wij zelden bij stilstaan, maar dat heeft zoveel effect op ook de ouder-kindrelatie, op psychosociale kwetsbaarheid, maar ook het beperkt hoe de mogelijkheden zijn van die zwangeren om dat ook zelf aan te geven bij de verloskundige dat iets niet goed gaat. Armoede is ook iets waar heel vaak niet naar gevraagd wordt op het spreken door de verloskundige bij de intake of door de gynaecoloog. Dus dat zijn wel dingen waarvan wij dachten van hey, signalen waar we echt wel iets mee moeten. En de aanleiding om dat traject te veranderen, dat kwam eigenlijk van meerdere kanten tegelijk. Enerzijds onze kansrijke startcoalitie van Dordrecht, de regiegroep is dat. Dat is een van die 11 koplopende gemeenten waar Inge het net ook al over had, die ook meedoet met het regiobeeld. De regiegroep zei eigenlijk ook gestuurd door de gemeentes van ja, moeten we niet een werkinstructie rondom signaleren gaan opstellen, want
Hoe signaleren jullie dan? En waarom heb je daar geen uniform beleid in? Het VSV wilde dat eigenlijk zelf ook wel. Ook al licht gepusht, zeg maar, doordat we een toetsingskader hebben van het IGJ, waar je als VSV op getoetst wordt. En daar stond hij ook in. Dus we dachten, oh, dan moeten we er wel wat mee. En Jong JGZ kwam tegelijkertijd, als onze jeugdgezondheidszorgorganisatie hier in de regio, kwam tegelijkertijd ook met die vraag van, ja, maar hoe signaleer je nou als verloskundig zorgverlener en als kraamverzorgende? Want wij gaan met het prenataal huisbezoek aan de slag. Dan willen we wel gezinnen in kwetsbare situaties gaan helpen. Maar hoe komen die dan bij ons? Want weten jullie wel welke gezinnen in een kwetsbare situatie zitten? Dat heb ik beter gepakt, enerzijds als ketenregisseur vanuit mijn rol en anderzijds ook omdat ik bezig was met de Master Innovatie in Zorg en Welzijn. En vanuit die master kon ik een trajectontwerp doen om een verbeterd voorstel in de praktijk door te voeren. En dat begon met een probleemanalyse. Hebben we de knelpunten voor onze Drechtstedenregio en voor ons VSV op verschillende onderdelen rondom dat vroegsignaleringstraject in kaart gebracht. En we zijn dus eigenlijk vanuit die probleemanalyse vertrokken van nou, wat gaat er nu niet goed? En daarom willen we gaan verbeteren. Mijn conclusie was dat er eigenlijk op meerdere vlakken dingen niet goed gingen, maar dat we ons verstandig leek om dan aan het begin te beginnen. Begin aan de voorkant bij het opsporen van kwetsbare situaties. En het vervolgtraject met het passende aanbod. Dat is wat de collega's uit Rotterdam net ook al aangaven. Van ja, daar zit ook nog een wereld te winnen. Maar laten we in ieder geval starten met dat we überhaupt zwangeren en gezinnen in kwetsbare situaties signaleren. Uit die probleemanalyse kwam ook, de vrouw geeft zelf haar probleem of haar hulpvraag heel vaak niet aan. Maar ook veel zorgverleners signaleren het onvoldoende of zijn onvoldoende bekwaam in het signaleren ervan. En wat helpt dan? Uniform en structureel screenen in het eerste trimester op kwetsbaarheid, psychosociaal. Maar uit onderzoek is ook gebleken dat screenen met een vragenlijst die de zwangere zelf invult helpt. Er zit nog een belangrijk verschil tussen screenen en signaleren. Signaleren blijf je eigenlijk continu doen in de loop van de zwangerschap, maar ook na de zwangerschap natuurlijk. En screenen doen we in het begin van de zwangerschap één keer bij voorkeur bij alle zwangeren in het eerste trimester. En wij hebben in die probleemanalyse ook veel hulp gehad aan de rapporten van Dijkstra-Huis en Van Baren. Zij hebben zowel rond verloskundigen en kraamzorgenden als de jeugdgezondheidszorg en de gynaecologen twee hele mooie rapporten opgeleverd die helpen bij dit thema rond signaleren. We hebben dat in kaart gebracht met de PDCA-cyclus, want dat is voor de verloskundigen en de gynaecologen heel fijn om het op die manier visueel te maken. We werken graag met PDCA's. En dan zie je dus dat je eigenlijk start met screenen. En van daaruit ga je naar signaleren en het bespreken van problematiek. En dan toeleiden naar passende ondersteuning of het afstemmen met de betrokken ondersteuning. Want het is natuurlijk ook regelmatig zo dat er al wat is. Dan is dus de vraag, is dat wat er is of wat je bedacht hebt, is dat de juiste zorg op de juiste plek? En je vervolgt het plan en je kan het ook weer evalueren en bijstellen gaandeweg. Want zowel gaandeweg kan blijken dat het niet passend is, maar het kan ook zijn dat de situatie van de zwangere en van het gezin verandert, waardoor een bijstelling nodig is. Vervolgens zijn we naar de probleemanalyse aan de slag gegaan met de uitkomsten en gekomen tot een interventieontwerp. Hoe gaan we dat nou verbeteren? Ook weer literatuurstudie bij gedaan en het ontwerp van die verbetering die is echt gericht op de zwangere en het gezin. Wat we heel bewust niet hebben gedaan is gevraagd aan de zorgverleners van waar willen jullie mee gaan werken, met welke instrumenten wel of niet. We hebben echt gekeken van wat is nu wenselijk, wat helpt nou op basis van onze regio de probleemanalyse. Dus echt vraag gestuurd en niet aanbod gestuurd. En van daaruit van dit is dan wat we gaan doen en hoe maken we dat dan nu passend voor de regio. En daarmee denken wij dat wij het beste de knelpunten kunnen ondervangen. En waar komen we dan op uit? We starten dus met het verbeteren in de eerste helft in ieder geval van ons vroegsignaleringstraject. En wij pakken daar twee interventies bij. Het ene is het screeningsinstrument Mind to Care. En het andere is de GIS-gespreksmethodiek. En ik zal over allebei zo wat meer vertellen. En die twee gezamenlijk die ondersteunen dan ook weer in. En vervolgens naar welk aanbod kan je toeleiden.
Er zijn meerdere gespreks- of screeningsinstrumenten. We hebben net ook al gehoord over de R4U, die ondertussen ook verbeterd wordt. Dus ook hele mooie stappen in te zetten. En uit onze probleemanalyse kwam dat in deze regio de Mind2Care het meest geschikt was. Dat is een screeningsvragenlijst. Die wordt digitaal vanuit de persoonlijke gezondheidsomgeving van de zwangere ingevuld. Dat doen ze thuis. Die is ook geschikt voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en in meerdere talen, 12 talen beschikbaar. En die is specifiek gericht op psychisch, psychosociaal, op middelengebruik, angst en armoede. En waarom hebben wij daarvoor gekozen? Het past heel erg bij de punten die er bij ons uitkwamen. Vrouwen geven die hulpvraag zelf niet aan. Soms omdat ze het niet weten. En dat zie je heel vaak dus rond die postnatale depressie. Mensen die dan in de zwangerschap toch zeker ook wel die, en begin van de zwangerschap ook wel die depressieve klachten blijken te hebben, maar die zelf gewoon niet herkennen. Omdat ze het niet durven. En daar zie je dus wetenschappelijk onderzocht dat als je met een vragenlijst gaat werken, dat mensen dan wel antwoorden geven die ze in een intakegesprek met bijvoorbeeld de verloskundige niet durven aan te geven. Soms omdat ze het gewoon niet kunnen. Dus ja, dat kan communicatie zijn, hè? Taal of gespreksvaardigheden die ze niet beheersen. En soms ook gewoon omdat ze het niet willen. En dat blijft wel een hele lastige, want je kan als zwangere zeker ook zeggen, ik ga die vragenlijst thuis ook niet invullen. En wat we in de regio willen doen, is we willen het echt als standaard onderdeel van de intake maken. We gaan niet alleen op het medische stuk, maar ook psychisch en psychosociaal, dat hoort er ook gewoon bij. We willen het een norm maken, dus door iedereen, voor iedereen. En we hopen op die manier dat het voor de zwangeren normaal gaat zijn, omdat ze ook op dit stuk bevraagd gaan worden. En dan hebben we uiteindelijk uitkomsten, de risicofactoren gesignaleerd. En wat we net ook al eerder hoorden is, je zet er eigenlijk altijd ook je beschermende factoren naast. En zorgverleners zijn tot nu toe wel gewend om te zeggen, oké, dit hebben we gevonden. We vlaggen op dit en dit als risicofactor, daar gaan we wat aan doen. En waar we naartoe willen is dat we dan vervolgens het gesprek aangaan. Samen met de zwangere en de partner. En hoe is het nu in het gezin, de context van de gezinssituatie erbij pakken, beschermende factoren en ook waar liggen jullie behoeftes. Dat je veel meer samen gaat kijken, shared decision making, van oké, wat is er nu precies nodig en op welke manier kunnen we daar dan op aansluiten als zorgverlener of met de zorg die we kunnen aanbieden of het aanbod wat we kunnen aanbieden. En dat doet de GIS-methodiek, de gespreksmethodiek, gezamenlijk inschatten zorgbehoeften. En de GIS is een gespreksmethodiek die in de jeugdgezondheidszorg veel wordt toegepast. En misschien dat een aantal van jullie hem daar ook wel van kennen. Dit zijn de andere plaatjes die in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 gebruikt worden. Het is een methodiek die zich mee ontwikkelt doorheen de hele ontwikkeling van het kind. En dus nu al vanaf het ongeboren kind is het een relatief nieuwe versie. En dat gaat dus door tot het jonge kind en dan ook de tiener, waar die bij de kinderen zelf wordt uitgevraagd en niet meer specifiek bij de ouders. En wij gaan daar die combinatie met die vragenlijst van de Mind2Care en de GIS-gespreksmethodiek gaan we kijken of we op die manier het totaalplaatje bij de zwangere en bij het gezin rond kunnen krijgen. En nu als pilot gaan we dat starten. We hebben een implementatiestrategie van dit interventieontwerp. En we starten, inmiddels zijn we gestart al met die GIS-pilot. En dat doen we in samenwerking met het NCJ. En zij bieden ons die mogelijkheid aan, omdat dit dus ook landelijk nog vrij nieuw is, dat de VSV's op die manier met de gespreksmethodiek gaan werken. En wij gaan starten met een multidisciplinair team, wat het gaat uitproberen met 6 verloskundigen, een kraamzorginteker en 3 kraamverzorgenden. En vanuit ons ziekenhuis is het de gynaecoloog die mee gaat doen. En ook vanuit onze poppolie hebben wij een kwetsbare zwangere traject. En case managers van deze zwangeren zijn ofwel de 3 maatschappelijk werkers, ofwel de 2 psychiatrisch verpleegkundigen, afhankelijk van of de problematiek specifiek psychiatrisch is of meer op het sociale stuk zit. Dus alle case managers die betrokken zijn bij de trajecten, die doen ook mee in de pilot. En met deze groep gaan wij op dit moment de training volgen.
Starten we nu dus ook met de gespreksmethodiek in de praktijk te brengen. En dat is een pilotfase van een jaar. En na een jaar kijken we van nou, hoe werkt dat? En kunnen we het mogelijkerwijs over het hele VSV uitrollen? En we zitten in de voorbereidingsfase van de Mind to Care. En om dat goed in te regelen, omdat het ook een digitale omgeving is waar je ook als VSV adviezen in zet, heeft wat meer tijd nodig. En vanaf dus 1 november gaan wij starten ook met de Mind to Care implementatie. Wat is dan het vervolg van ons traject? We hebben een aantal doelen. Het ene is dus we willen het implementeren, evalueren en het doorontwikkelen van deze combinatie. Dus van de Mind to Care en de GIS-pilot binnen het VSV. En dan gaan we dus echt experimenteren met hoe sluiten deze twee instrumenten nu optimaal op elkaar aan. En wat is het doel dat we daarmee hopen te behalen en behalen we dat ook. En we willen daarbij ook het optimaliseren van die werkwijze binnen het VSV. We willen onszelf echt als team met een eenduidige werkwijze neer gaan zetten. En dat doen we dus ook samen met de Jong JGZ, onze jeugdgezondheidszorgorganisatie. Die dus allemaal al met de GIS-methodiek werken tot 18 jaar, maar ook... vanaf de start met het prenataal huisbezoek gaan zij ook in het prenataal huisbezoek met de GIS werken. En bij ons zijn de sociale wijkteams, die jeugdprofessionals hebben vanuit de Stichting Jeugdteam Zuid-Holland-Zuid. De jeugdprofessionals werken ook met de GIS-methodiek. Dus we zijn met een uniforme werkwijze bezig en het is daarin ook zoeken met elkaar van hoe versterk je elkaar dan. En je wil niet alles dubbel doen en je wil ook niet dat de zwangere moe wordt van oh daar heb je hun weer met hun GIS driehoek. Dus je gaat vooral kijken van hoe kan je elkaar daarin dan aanvullen en welke onderdelen van de gespreksmethodiek pakt de een dan op en welke pakt de ander over, afhankelijk van de expertise die je hebt. En natuurlijk hoort daar ook het stukje monitoren bij en dat is ook waarom ik nu hier mocht zijn. Natuurlijk gaan we ook meten en sturen op zowel proces als uitkomst en daar kom ik zo meteen nog even op terug. Onze wens is ook om van daaruit verder door te gaan en toewerken naar een passend en vraaggestuurd aanbod. En dat is ook waar de collega's uit Rotterdam mee bezig zijn. Hè. Dat is ook voor ons dus echt een wens van, er is van alles wat per gemeente ingekocht kan worden. Maar de vraag is of dat aansluit op wat de zwangeren nodig hebben. En wij hopen daar ook vanuit deze pilot en vanuit dit traject ook een slag mee te kunnen slaan. Dan heb ik de PDCA nog even doorgetrokken om duidelijk te maken van, enerzijds beginnen we dus aan de linkerkant met ons VSV, met screenen en dan vanuit signaleren en bespreken, leiden we toe naar een ondersteuningsplan. En dat wordt doorgetrokken door de JGZ en door de jeugdteams, de sociale wijkteams, omdat die kwetsbaarheid en die situatie die verandert. Weet je, op een gegeven moment wordt het kind geboren. En dan is de situatie in dat gezin echt ontzettend anders en dat kan verslechteren, het kan ook verbeteren. Ondertussen is er ook al ondersteuning, dus ook dat verandert. Dus de situatie verandert ook en signaleren zal dus regelmatig opnieuw gedaan worden. En dat kan ook omdat mensen om de zoveel tijd weer bij de jeugdgezondheidszorg op consultatie komen en daar weer opnieuw gekeken wordt van hoe gaat het nu met jullie? En past wat we met jullie samen proberen te doen nog steeds op jullie behoeften. Dus het blijft eigenlijk een PDCA die blijft doorlopen in de ontwikkeling van het kind en het gezin. Dan heb ik hem nog even in beeld gezet van hoe gaan we die samenwerking nou eigenlijk optuigen. Wat we op dit moment doen is we hebben drie kernpartners. Het VSV met dus de partijen die erbij horen en Jong JGZ. En als derde partij dus ook het sociale wijkteam en de jeugdprofessionals daarbinnen die allemaal met die GIS-pilot aan de slag gaan om te kijken van hoe werkt dat met elkaar nu optimaal. Daar gaan we ook de doelgroep bij betrekken. Ook aan de zwangeren zelf en aan de gezinnen zelf vragen van hoe ervaren jullie dit en helpt dit en sluit dit nou aan bij jullie behoeften? Want dat is natuurlijk waar we het wel voor doen. En hoe kunnen we dat dan bijsturen? Daaromheen hebben we ondersteuning van het regionaal consortium Zuidwest-Nederland. Omdat zij ons gaan helpen bij het meten en verbeteren op verschillende indicatoren. Omdat we op die manier in kaart willen brengen van doen we het juiste en hoe kunnen we verbeteren. En onze wens is ook nog om de regio Gorinchem, ons buur-VSV, erbij te betrekken. Omdat wij dan met Zuid-Holland-Zuid de 10 gemeenten in plaats van nu 8 gemeenten
kunnen betrekken. En er zijn een aantal verloskundige praktijken die deels bij het ene VSV en deels bij het andere VSV horen. En eigenlijk wil je om optimale zorg te kunnen leveren, ook als gemeente ook zeggen van oké, weet je, alle zwangeren binnen onze gemeente die kunnen gebruik maken van dit vroegsignaleringstraject als blijkt dat het inderdaad werkt. Dus onze collega's rond de regio Gorinchem zijn ondertussen ook aan een verkenningsfase bezig naar screeningsinstrumenten. En het zou heel mooi zijn als we elkaar daarin kunnen vinden. Dan doen wij dit dus, wat ik al zei, we doen het eigenlijk vooral bottom-up. Dus we zijn heel erg als VSV bezig met de collega's van JGZ en de wijkteams. En we zoeken daarbij nu steeds meer de aansluiting met de gemeente. En niet alleen onze regiegroep Dordrecht, maar ook de gemeente daaromheen. En wij denken dat wat we nu domeinoverstijgend aan het neerzetten zijn, dat dat zowel de gemeente raakt met hun verantwoordelijkheid voor de burgers, de inwoners, maar ook de zorgverzekeraars. Die op dit moment de focus nog erg bij ons binnen de geboortezorg op het medisch stuk hebben. En dat toch wel iets is waarvan de verloskundige zorgverleners vinden dat het niet alleen maar medisch is waar zij naar moeten kijken, maar zeker ook het psychosociale stuk gewoon net zo belangrijk is om in de zwangerschap mee te nemen. En van daaruit komen we dus ook bij dat stukje monitoring, want het is ook al door de gemeentes aangegeven van ja, dat vinden wij dus heel erg belangrijk. Vinden wij als verloskundig zorgverleners ook belangrijk, maar wij zijn dan toch meer praktisch van het doen en wat gaan we dan doen. Maar het is zeker wel heel zinvol en belangrijk om ook te kijken van ja, kunnen we dat ook meetbaar en inzichtelijk maken. En we willen met het regionaal consortium Zuidwest-Nederland willen we op 3 soorten indicatoren gaan meten en verbeteren. En dat zijn de structuurindicatoren. Dus ik heb het er even als voorbeeld onder gezet. Ja, waar moet je dan aan denken? Hoeveel procent van de zorgverleners of de organisaties zet de Mind to Care vragenlijst uit binnen het VSV? Hoeveel procent is inmiddels getraind? Werken zij dan volledig met de methodiek of deels? Dat is wat daarbij hoort en wat we als overzicht wel willen krijgen om ook iets te kunnen zeggen over uiteindelijk je uitkomstindicatoren. Procesindicatoren, dus hoeveel procent van de zwangeren vult de Mind to Care vragenlijst in, hoeveel procent niet. En wil je natuurlijk ook weten van ja, waarom dan wel of niet, ook om dat te kunnen verbeteren. En vervolgens ook hoeveel procent neemt dan deel aan bijvoorbeeld het kwetsbare zwangere traject, hoeveel procent wordt verwezen, hoeveel neemt dan uiteindelijk daaraan deel. Wie ontvangt het prenataal huisbezoek? Er is ingeschat dat het ongeveer 16% van alle zwangeren is. Is dat in onze regio ook zo? Is dat misschien in de stad Dordrecht wel een veel hoger percentage? En misschien in het dorp Papendrecht daarnaast al veel minder? Dat zijn dingen die we daar ook mee willen gaan in de gaten houden. En dan de uitkomstindicatoren. Hoe maken we de verbetering nou precies inzichtelijk? En er zijn een aantal vragen die we onszelf daarbij stellen. En wij hebben nu nog niet het antwoord van hoe gaan we dat nou precies doen. Maar dit is de uitgangssituatie waarmee we met het regionaal consortium en onze pilotgroepen en de collega's van de instrumenten mee aan de slag willen. Dus welke gezondheidsuitkomsten willen wij nu precies verbeteren met het vroegsignaleringstraject? Welke moeder, kind en gezindata willen we daarom weten? En hoe komen we daar dan aan? En deels kunnen we de data halen uit de digitale omgeving van de Mind to Care. En deels ook uit de data van het RIVM, omdat in ieder geval de gemeente Dordrecht al meedoet aan het regiobeeld. En hoe gaan we dat dan analyseren en wat doen we daar dan vervolgens mee? En dat zijn wel de vragen waar je ons als zorgverleners het hoofd over kan laten breken en daar hebben we echt ondersteuning bij nodig. Dus daar zijn we heel blij mee dat het regionaal consortium ons gaat helpen, want daar komen wij met elkaar echt niet uit. En daar hebben we natuurlijk ook gewoon de tijd niet voor om ons daar als zorgprofessionals op te storten. Dus die samenwerking vinden we super belangrijk. En ik dacht, ik zet er ook nog een stukje financiering in, want dat willen jullie misschien ook wel weten van ja, hoe werkt dat dan? Wat we nu hebben gedaan is, we zijn echt aan het improviseren met dit traject. We hebben vanuit de regiegroep Dordrecht, hè, dus onze lokale coalitie, hebben we in ieder geval nu de projectfinanciering voor de opstart van de Mind to Care gekregen. Zij kunnen dat betalen nu uit de kansrijke startgelden. Dus daar boffen we ontzettend mee. Daarnaast is voor de pilot van de GIS hebben we ondersteuning van het NCJ gekregen.
die dat voor ons financiert. Vanuit het VSV doen we alle inzet aan uren en training van de zorgprofessionals en het extra tijd die dit gaat kosten om dat uit te voeren, ook rond de intake. Dat gaat allemaal voor eigen rekening. Regionaal consortium kan gelukkig nog kort vanuit subsidiegelden blijven ondersteunen. En mijn rol als ketenregisseur wordt dit jaar als ondersteuning door VGZ, onze preferente zorgverzekeraar, betaald. Dus we hebben met wat kunst en vliegwerk hebben het hele traject zo nu met allerlei korte termijn oplossingen aan elkaar weten te knopen. En we hebben dus nog geen idee hoe ons goede plan over een jaar of over twee jaar staat. En we hopen wel op de lange termijn oplossingen, want we zien dat kansrijke start in ontwikkeling is en dat er een hoop gaande is, dat er al structurele financiering gaat komen. En we hebben enerzijds goede hoop vanuit de federatie van VSV's, die zijn bezig met het basiskader voor VSV's, waarin het takenpakket wat bij de VSV's ligt, besloten gaat worden op korte termijn. En dat ligt, dat gaat zowel op proces, maar ook op bekostiging. Omdat geconcludeerd is dat hetgeen wat verwacht wordt van verloskundig samenwerkingsverbanden, dat zo'n enorme opgave is, dat het ook logisch is dat dat zowel besloten wordt, maar ook dat er dan bekostiging bij een stukje financiering bij gaat komen kijken. Dus daar hebben we de hoop op dat dat inderdaad gaat lukken en dat het niet vanuit de VSV's en de zorgprofessionals alleen maar de intrinsieke motivatie blijft. En ook van daaruit wordt ook gekeken, dat basiskader, daar zit een stuk kwaliteit en kennis in. En de regionale consortia, ook vanuit landelijk, zijn aan het kijken of ze op dat stuk ook structureel kunnen gaan en mogen gaan ondersteunen. Want alle VSV's zitten eigenlijk met diezelfde vraag van, we willen wel, maar we weten niet hoe. En daar hebben we gewoon hulp bij nodig. En daarnaast willen we ook in de toekomst kijken, kunnen we dit soort trajecten, het zijn netwerkzorgtrajecten, het is ook populatiegericht, kunnen we daar dan toch ook vanuit de zorgverleners met de zorgverzekeraars mogelijk een passende bekostiging voor gaan vinden, zodat we ook op dat stukje en niet alleen maar op het medisch stukje, een stukje financiële ondersteuning krijgen. Dus er is nog een hoop werk aan de winkel, maar we zijn heel enthousiast om ermee aan de slag te gaan. Dankjewel, Lian. Leuk voorbeeld vanuit de geboortezorgkant een keer te horen. Er zijn een paar vragen in de chat. Ik zie één, echt sinds het begin. In het algemeen vraag ik me af hoe de ervaringen zijn met de inzet op het verstevigen van de beschermende factoren voorafgaand aan de signalering kwetsbaarheid. Een volledig en krachtig aanbod in informatie- en themabijeenkomsten voor alle aanstaande zwangere en jonge ouders. Wil je daar iets over zeggen? Ellen, wil je nog wat toevoegen? Mariska heeft antwoord gegeven. Uit eerdere ervaring zie je dat vaak de kwetsbare zwangeren niet op bijeenkomsten komen. Belangrijk om je af te stemmen op de gewenste doelgroep. Wat actiever instellen. Hoe zijn jullie daarmee bezig, Lian? Nou, dat zit ook in het stukje aanbod natuurlijk, waarin we, en dat doen we samen met de GGD ook, waarin we aan het kijken zijn van kun je ook op preventie nog veel meer dan als iemand al kwetsbaar is. Je richt op voorbereidend ouderschap en voorbereiden op wat er psychisch op mensen afkomt als ze ouder worden. En dat is wel een stukje waar we samen met de GGD heel graag, en dat willen we eigenlijk Zuid-Holland-Zuid breed doen, meer op willen inzetten. En klopt ook hoor, dat daar in de chat dan ook genoemd wordt van het zijn altijd wel een bepaalde categorie ouders die daar wel op komen en een aantal die je eigenlijk juist wil hebben misschien niet. Maar ook de ouders die daar wel op afkomen, dat zijn ook nog steeds ouders die belangrijk zijn om te bereiken. Want op het moment dat je bijvoorbeeld hoog opgeleid bent, maar voor het eerst ouder wordt, kom je vanzelf eigenlijk ook in een kwetsbare situatie. En is dat voorbereidend ouderschap ook voor jou, terwijl jij misschien niet per se de doelgroep bent, zeker ook wel belangrijk. Dus dat heeft zeker onze aandacht. Dat zijn wel allemaal stappen die, wat ik net al aangaf, vanuit de zorgverlening, is het echt wel nieuw nog om op deze manier te kijken naar zorg en naar de behoeften van het gezin en van de ouders. Dus dat is echt allemaal nog een beetje in de kinderschoenen. En wat daarin nog wat lastig is, is dat wij nog met heel veel versnipperde gemeentes samenwerken. Dus op het moment dat onze gemeentes in Zuid-Holland-Zuid meer met elkaar al samenwerken, dan kun je ook grotere stappen op dit soort
stukken, dit soort aanbod, wat je eigenlijk dus Zuid-Holland-Zuid-breed zou willen organiseren en niet alleen maar vanuit een gemeente. En zeker niet omdat wij best wel veel kleine gemeentetjes hebben. Ja, die zijn gewoon te klein om dan echt zoiets te gaan ontwikkelen of op te zetten. Dus we zoeken ook die regionale verbinding meer om daarin meters te kunnen maken. Ja, nee, dat is voor mij ook duidelijk. Maar ik ben altijd de mening toegedaan dat de inzet op een krachtig aanbod, dus voorafgaand aan die signalering van de problematiek, een laagdrempelig aanbod kan maken dat je ook dingen op tafel krijgt die je anders mist. En dat er werd net gesproken over, ja, misschien durven ze het niet op tafel te leggen. Is het moeilijk om te praten over een schuldensituatie waar je in zit? We kunnen ons van alles daarbij bedenken. Maar juist ook de vormgeving van een goed stevig aanbod voorafgaand aan heel veel hulpverlening kan maken dat wij eerder bij die doelgroep komen. Dus ik vind dat we ons dat ook moeten realiseren. Dat het niet begint bij. En ik denk ook, Ellen, dat zit ook in de lijn met dat het thema preconceptiezorg. Hè? Dat je eigenlijk ook al voordat mensen überhaupt zwanger zijn, ze bewust wil maken en voor wil bereiden op en zo stevig mogelijk willen laten beginnen aan. En dat is natuurlijk een dingetje wat je nu hier, omdat we het nu hebben over, ja, mensen komen op intake, wat doe je? Maar daar voorafgaand heb je natuurlijk dat thema. En dat is zeker ook een thema waar wij ook in de regio aan het kijken zijn. Van hoe kunnen we dat nog veel beter neerzetten? Want dat verdient nog veel meer aandacht dan het nu heeft. Maar ook daar heb je hetzelfde knelpunt. Dat willen we eigenlijk regionaal doen. En niet alleen maar vanuit één gemeente. Om preconceptiezorg is echt nog wel een belangrijk, maar ingewikkeld thema om goed neer te zetten en ook dat het effect heeft. En daar zoeken we dus ook die samenwerking op. Dus ik denk allemaal als wij ditzelfde gesprek over 2 jaar nog een keer kunnen voeren, dat ik daar misschien wel wat positievere geluiden over kan laten horen. En nu staat het echt nog een beetje in de kinderschoen. Ja, en ik denk hoe minder regionaal je werkt en hoe lokaler, zelfs wijkgericht je werkt, des te groter wordt je bereik en vertrouwen onder de beoogde doelgroep. Dus we zouden een aanbod kunnen formuleren wat dan op kleine schaal toepasbaar moet zijn in de wijk waar je werkt. Ja. Ja, je bent continu, en dat is denk ik echt wel het kansrijke startthema, denk ik vaak, aan het zoeken naar die combinatie van wat doe je ook lokaal en wat doe je regionaal en hoe kan zich dat dan versterken. Maar het is zeker, weet je, het is allebei nodig afhankelijk van het effect wat je wil bereiken. En daarin zijn wij ook echt aan het kijken van ja, hoe kunnen wij dat nu in onze regio, in Zuid-Holland-Zuid, het beste vormgeven met die verschillende gemeentes en binnen de gemeentes weer verschillende wijken. Hoe laat je het allemaal zo goed mogelijk op elkaar aansluiten? Ja. Ik denk dat landelijk veel gemeentes daar ook mee aan het worstelen zijn en aan het zoeken. Dat denk ik ook. Het bereik van je doelgroep. En wij zijn altijd op zoek naar de ervaringsdeskundigheid. En het is ook heel lastig om de ervaringsdeskundigen, zeg maar, de jonge alleenstaande moeders of iets dergelijks, om die een plekje te geven en te horen naar wat hebben jullie nou gemist? Wat heb je nodig? Ja, zeker eens. Ja. We organiseren, dat hebben we vorig jaar ook gedaan, ook een keer een themasessie van hoe betrek je nou de doelgroep, ook bij het monitoren bijvoorbeeld. En daar, vorig jaar die gaan we ook weer in herhaling doen en daar komen ook mooie voorbeelden uit wat er gebeurt regionaal. Ja. Veel werk te verrichten. Hè? Er is nog heel veel werk te verrichten, ja. En daarom ook dit soort sessies om elkaar te inspireren, ideeën op te doen van hoe kan je dat nou inderdaad in jouw lokale situatie inrichten. Ja, dank je. Ik wou eigenlijk naar de afronding van de bijeenkomst. Ik dank jullie allemaal hartelijk. Vooral Rian, Annemarie en Joyce natuurlijk voor hun bijdrage. En Lindsay, maar die zal ik later bedanken. Nou, wat ik net al zei, we organiseren dus meer van dit soort bijeenkomsten. Ik zal even zo in de chat zetten. Als je op de hoogte gehouden wilt worden van ontwikkeling, ook met name qua monitoring op het lokaal niveau, maar ook de themasessies. Geef je even je contactgegevens op, dan stuur ik je gewoon regelmatig een mail. Even kijken of die het nou gaat doen. Dat komt zo wel even, denk ik. Nou, dat was het voor nu volgens mij. Joyce, moest ik nog wat zeggen? Volgens mij niet, hè? Dit was... Nee, super zo. Ja. Dan gaat mijn muis doet weer rare dingen. Kom op.
Ik zet hem zo in de chat en anders stuur ik hem per mail even rond. Dank jullie wel. En wie weet tot een volgende keer.